Was jij de laatste wals niet mee? Ach, Martha, ik moest echt even weg om mijn voeten. Ik heb zo dikwijls met David Stoffaard er eens tegendanst. Ik dacht dat jullie het goed konden vinden samen. Ja, vind je ook niet? Ja. Ik dacht bijna dat ik hem zover had dat hij zijn reis zou uitstellen. Ik heb op al zijn grapjes gelachen en de hele avond over niets anders gepraat dan tabak. Hij vond het heerlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen, want hij is een textielman. Oh ja? Ja. Oh, nou ja, niet dat het zoveel uitmaakt. Ik heb van geen van beide verstand. Maar Martha, vind jij hem niet een beetje... Nou ja, hoe zal ik het zeggen? Een beetje ruw. Ja, weet je wat je... Hij heeft iets van een self-made man. Nou, Eunice is erg knap. Ja, en hij is schatrijk. Ik heb hem nagezocht in de gids van de koophandel. Nou ja, ik kon gisteren maar niet in slaap komen en die gids ligt nou eenmaal op mijn nachtkastje naast mijn astrologische tabellen. Ik begrijp niet hoe Celia het voor elkaar krijgt. Nou, ik denk ook niet dat Celia er iets mee te maken heeft. David heeft Eunice leren kennen op een zetting. Nee, dat bedoel ik niet. Zoals zij het huishouden weet te regelen, personeel weet te krijgen en wat nog belangrijker is, weet te houden. Oh, meid, heb jij er weer problemen mee? Nou, en de rechter en ik proberen juist zo aardig te zijn. Nou ja, om je de waarheid te zeggen, hij is een tikje te aardig. Vorige week was ze de keukenmeid en vandaag is de kamenierster weer. Ik dacht dat ik je met een begeerig oog naar het personeel zag kijken. Ik personeel stelen van een vriendin en dan nog wel van Celia? Nee, dat is wel het gemeenste. Nee, ik begrijp alleen niet hoe ze het voor elkaar krijgt. Zoals dat diner van vanavond, dat liep gewoon op rolletjes. Ja, ze vindt het dan ook heerlijk. Zo'n koningin spelen van ons kringetje. Martha, kroonprinses bedoelt toch wel zeker? Oh, sorry majesteit, ik heb op uw sleep getrapt. Niet dat ik zoveel waarde hecht aan die onzin. Maar het is een geruststellende gedachte dat er ergens ter wereld nog wordt vastgehouden aan oude normen. Zal ik eens wat zeggen? Ik ben ervan overtuigd dat de geesten van onze voorvaderen nog iedere avond op het kerkplein aan het kegelen zijn. Ach, dat zou ik helemaal geen nare gedachte vinden. Zeg Martha, zou jij denken dat Mr. Kilburn's financiële situatie hier wat mee te maken heeft? Nou, met die hele verloving bedoel ik. Nee, ik ben ervan overtuigd dat zij van elkaar houden. Van elkaar houden? Ja. Ach, ja, jij was natuurlijk altijd zo romantisch ingesteld. Ja. Nee, de rechter en ik vragen ons wel dikwijls af hoe ze het al die jaren kan doen. Met dit huis en de tegenwoordige belastingen. Weet je dat wij wel eens overwogen hebben om ons huis open te stellen als museum? Ja, om een deel van die belasting af te krijgen. Celia heeft de financiële problemen eigenlijk nog nooit met mij besproken. Ach, Louisa, u bent hier. U waagt het voor. Ach, dankjewel David. Ik vind het vreselijk dat ik al weg moet. Maar David, ik was nog niet in de gelegenheid geweest om je dit te vertellen. Maar je hebt een schat van een meisje uitgezocht. Nou, ik ben blij dat ze uw goedkeuring kan wegdragen. En hoe voelt dat nou? Zo officieel verloofd. Lieve help Martha, dat moet jij toch inmiddels wel eens weten. Ja, voor zover ik het mij kan herinneren, was het een heerlijk, eeuwig en plechtig gevoel. De eerste paar keer tenminste. Nee. Je hebt mijn vraag toch niet beantwoord, lieverd? Nou, ik vind het, ik voel me eeuwig en plechtig. Wat zou jullie zeggen van een glaasje cognac? Lijkt me een prachtig idee. Een halfje dan voor onderweg. Ik zweer dat ik vanaf nu af aan tot mijn eigen maat koop. Och, meid, wat knelde toch die schoenen. Heb jij dat nooit dat je je schoenen te klein koopt? Nee, ik moet er ook echt mee ophouden. Dankjewel. Ach, dank je. Nou, één keer zullen wij dit toch wel nog mogen toosten, hè? Natuurlijk, doe maar voor de 100ste keer vanavond. Op jullie verloving. Oh. Lieve help, wat was dat? Wat is er? Nou, ik zou toch zweren dat ik daar iemand naar binnen zag kijken. Nou, ik zie anders niemand. U heeft het zich vast verbeeld. Ja, zo gaat het nog altijd met mij. Alles wat begint met een rustig glaasje cognac, eindigt met een kreet van angst. Gek. Enfin, ik ga mijn mantel maar eens opzoeken. De chauffeur heeft er toch al een hekel aan om te lang te moeten wachten. Maar David, waarom blijven jullie hier niet wonen? Eunice zou een fantastische aanbied zijn geweest. Toch vind ik het wel vreemd dat haar vader niet één van mijn kennissen in Charleston kent. David, is er iets? Ik ben
ben alleen een beetje prikkelbaar. Hebben jullie gekibbeld, Eunice en jij? Je kan het me vertellen hoor. Ik heb Eunice gevraagd of ze hier wilde blijven. Maar ze kon niet, want ze had het veel te druk met die reis die ze gaan maken. Ja, daar moet ik het mee doen, hè. Mijn tere bloempje heeft een ijzeren willetje gekregen. Ik begrijp het. Je bent bang dat het een lange verloving wordt. Een heel lange verloving. Maar zo lang blijven ze toch niet in Europa? Voor je het weet ben je getrouwd en dan hoef je ook helemaal niet meer prikkelbaar te zijn. Nou, daar zal ik dan ook wel voor zorgen. Ik moest mijn mantel maar eens gaan halen. En zou jij je moeder niet moeten helpen met de gasten die willen blijven plakken? Eigenlijk wel, ja. Maar ze zijn zo vervelend. Ja, maar Celia is dol op ze. Het is de oude garde. Het laatste antiek, bedoel je? Oh, David. En je bent nog wel een Granger. Alsjeblieft. 047. Geen gehoor. Dank u. Doe maar. En sinds wanneer ben jij uitgenodigd als ik vragen mag? Het gaat je niks aan. Doe die deur dicht. Ik hoop dat je beseft dat het een van haar beste cognac is. Dacht je dat ik dat niet wist? Ik had een behoefte aan een borrel. Het ziet er anders uit alsof je al genoeg borreltjes op hebt. Ach, wat ook mij ook uit. Zolang ze me niet denken dat ik hem heb opgedronken. Mozes, wat zit er in die cognac? Hoezo? Ach, zet dat neer! Hey, maar dat ben jij? Zet dat neer, zeg ik je. Heb de jonker dat gemaakt? Nou, jullie schijnen het aardig met elkaar te kunnen vinden, hè? Dat is niet waar. Ik heb alleen voor het gezicht geposeerd. Ze hebben alleen voor het gezicht geposeerd. Nou, ik durf te wedden dat zijn moeder er niks van weet. Daarom had je het dus zo druk de laatste tijd s'avonds. Dat je pas was dat wel anders. En al heb ik ervoor gepasseerd, het wil toch nog niks zeggen? Het is kunst. Wat zou jij ervan zeggen als wij eens een eindje gingen rijden? Ik besef me ineens hoe lang dat geleden is. Nou, doe niet zo mal, het is veel te laat. Ja, kom, ga mee. Dan gaan we ergens iets denken. Ik denk er niet aan. En in de eerste plaats heb je al genoeg gedronken. En in de tweede plaats heb je al een afspraak. En als ik dat nou had? Kom, ga mee. Het feest is hier toch zowat al afgelopen. Oké. Nou, laat maak ik het niet. Nou, daar hebben we het later wel over, hè? Als je me goed in je oren knoopt, dat ik dit doe om iemand anders een lesje te leren. Een van die kinkels uit het dorp zeker. Zonde van je tijd. Ja, maak je over mij maar geen zorgen, ik heb andere plannen. Toe, drink nu niet meer. Oké, sorry. Jij bent de baas. Wacht op in de garage, hè? Misschien kom ik. Ik zou het maar doen, schoonheid. Ik heb heel wat in te halen. Zeven alstublieft. Ah, jammer. Oh, Mr. David. Dag, Kathy. Heeft u zich geamuseerd vanavond, Mr. David? Met Miss Cortland, de Pettigrews en de Spencers. God bewaren. Uw verloofde is zo verschrikkelijk knap en ik hoor haar zo graag praten. Ze heeft zo'n leuk accent. Vind je? Zo'n mooie vrouw als zij kan vast iedere man krijgen die ze wilt. En nu zit ze met mij opgeschreven. Oh, sorry, zo bedoel ik het niet, Mr. Quinten. Ze botst geweldig. Kan ik verder nog iets voor u doen? Nee, dank je. Oh, Mr. David, wat het
schilderij betreft. Ik ben er erg van geschrokken dat het daar zomaar stond. Oh, het spijt me. Ik zal het zo snel mogelijk afmaken en dan mag je het hebben. Oh, dank u wel. Ik dank jou. Ik vond het heerlijk om je te schilderen. Je bent een prachtig model. U heeft echt talent. Ik vind het jammer dat u niet voor het brood schildert. Vergeet niet dat ik wel nog jaren door moet studeren. En bovendien, er zijn al plannen voor me gemaakt. Ik word een groot textielman in het zonnige zuiden. U wordt vast heel gelukkig. Uw verloofde is zo knap en zo. Ja, knap is ze zeker. Maar dat ben jij ook. Knap, jong en eerlijk. U heeft zeker niet veel jonge kennis om u heen. Vergeet niet dat ik het rustig aan moet doen, hè, van mijn moeder. Maar ik denk dat je gelijk hebt. De meeste jonge mensen zijn wel zo'n beetje uit mijn gezichtsveld verdwenen. U zou meer jonge mensen om u heen moeten hebben. Kijk, uw moeder is aardig en niet oud. Maar ja, het is wel uw moeder. Als u het wist hoe ik moeilijk ik het heb gehad vroeger en daardoor zo vroeg het huis ben uitgegaan. Alleen jonge mensen begrijpen jonge mensen. Ik geloof dat je daar gelijk in hebt. En als je in je jeugd niet eens kunt amuseren, wanneer dan wel? En zo'n knappe jonge man als u helemaal. Vind je mij dan knap? Oh, sorry, Mr. David. U zult me wel reuze brutaal vinden. En als uw moeder het hoorde, ik heb nog een hele hoop te doen. Wacht even, Cathy. Ik wil even met je praten. Maar uw moeder heeft gezegd Nee, Cathy, blijf alsjeblieft. Wat ga je straks doen? Naar bed natuurlijk. Wat zou je ervan zeggen als we straks een stukje gingen rijden? Ik moet echt met iemand praten. Ja, ik geloof niet dat je... Neem me niet kwalijk. Denk je dat ze het gewoon zo hebben? Wat maakt het uit? Tante Martha die begrijpt alles. Alsjeblieft, toe. Laten we afspreken. Ik zou wel willen, maar ik durf niet. Niemand krijgt het te weten. Niemand weet heus iets. Laten we zeggen over een half uur. In de garage, ik wacht op je. Ik wacht wel bij je. Bij het hek. Daar is toch veel te donker. Ik zie je koplampen toch? Dat is waar. Ja. Dat is lief van je. Cathy? Ja, Mrs. Granger? Wil jij even gaan kijken waar Mrs. Hamilton is? Ze is niet in de keuken en haar kamer heb ik al gebeld. Ik zal het meteen doen, mevrouw. Is iedereen weg? Martha strijdt me moedig om Louisa in haar mantel te krijgen. Ons in deze groot succes geweest, hè? Younes. Iedereen was weg van Younes. Ondanks het feit dat we haar weinig hebben gezien. Waar zijn jullie twee de hele avond geweest? Ach, Younes wilde van het uitzicht over de Hudson genieten. Dat zal geweldig geweest zijn vanavond met die mist. En ze heeft heel veel gehoord over mijn werk, maar ze heeft eigenlijk nog nooit een echt schilderij gezien. En hoe vond ze het? Ach, ja, ze leek wel een beetje gechoqueerd. Kennelijk zijn ze in het zuiden nogal preuts. David, voel je niet goed? Die hoofdpijn weer. Ach, daar heb je toch maanden geen last meer van gehad? Dokter Pieters vond toch wel dat je er goed uitzag vanavond? Het gaat wel weer over. Waarschijnlijk doet een beetje frisse lucht wonder. Het zal wel komen door de opwinding. Hoewel het ging wel een beetje moeilijk eerst, in het begin met Mr. Kilburn. Ja, maar aan het eind had hij uit je hand. Je vond toch niet dat ik er erg overdreven heb? Nou, ik geloof dat hij ook best wel meevalt. En zo vaak zal ik hem niet zien. Nee, dat genoeg is aan mij weggelegd. Tja, jij moest met alle geweld verliefd worden op zijn dochter. Maar moeder, moesten we niet... Nou, eindelijk ben ik al zover hoor. Het was een enige avond. Celia, lieverd. Enig. Zeg, David, je weet hoe blij ik ben met je verloving, maar ik zat zomaar te denken. Die arme Celia, helemaal alleen hier in het grote huis. Had u zich moeder ergens anders voor kunnen stellen dan? Nee, nee, inderdaad, dit is haar huis. Met alle herinneringen. Het was vanavond weer bijna net als vroeger. Ik moest steeds aan jouw verloving denken. Hij lijkt wel heel erg op zijn vader, vind je niet? Ja, Louisa, inderdaad. En dan te bedenken dat Bart bijna net zo oud was als David nu is toen hij stierf. Maar goed, ik moet niet zo morbide zijn op zo'n vrolijke avond als deze. Goedenavond, het was een zalig diner. En doe de rechter de groeten van ons. Zeg maar dat het ons speet dat hij er niet bij kon zijn vanavond. Nou, om je de waarheid te zeggen... Hij kwam helemaal gekleed naar beneden. Hij ziet mij, draait zich om en marcheert rechtstreeks weer naar boven. Komt door mijn energie, denk ik. Volgens de dokter Pieter zit ik vol natuurlijke energie. Ik had nooit met een man moeten trouwen die zoveel ouder is als ik. Maar hoe is dat? Jullie zijn toch al jaren gelukkig getrouwd? Ja. Nee, dat klopt, vind je niet?
Nee, het is niet netjes van me om zo te mopperen. Nou, ik moet er vandoor. Ik wil mijn chauffeur niet te lang laten wachten. Daar houdt hij niet van. Ach, Martha, lieverd, kan ik je lift aanbieden? Nee, dank je. Ik ben met mijn eigen wagen. Mooi zo. Nou, dan ga ik er vandoor. Goedenavond, lievertjes. David, zo erg is Louise nou ook niet. Nee, het is alleen die energie. Het is er ergens een stuk antiek van allemaal. En ik durf te wedden, moeder, dat jij je net zo goed hier laat begraven. David, niet vanavond. Ik ben me gewoon vreselijk moe. Hoe kan dit huis, al deze mensen, zoveel voor je betekenen? Waarom verkoop je dit huis niet gewoon en koop je een leuk appartement in de stad? Omdat ik geen appartement in de stad wil hebben. Ik hou van deze mensen. Dit is mijn familie, onze familie. En ik ben hier zo graag omdat ik zo gelukkig was met je vader. Misschien lijkt je toch dan niet zo erg op hem, anders zou je dat begrijpen. Maar je mist zoveel. Zo ontzettend veel. Martha, David is ervan overtuigd dat ik een leven vol avontuur en romantiek tegemoet ga als ik maar in de stad ga wonen. Dat lijkt me een prachtidee. Kom ik bij je wonen? Nee. Laten wij mijn vriendinnen blijven. Mijn moeder heeft laatst nog een bod gehad op het huis. Ze wilde er een school van maken. Een school? Ja, die schatjes hebben in ieder geval kilometers pakket om te rolschaatsen. Prachtige rivier daar beneden om in te verdrinken. Nee. Ik moet Celia wel heel slecht kennen. Als zij niet blijft wonen voor zijn koninklijke hoogheid. Omdat hij zo dol was op dit huis, blijf jij hier zitten als een der laatste der Mohikanen. Kind, je hebt gewoon een enorm schuldcomplex. En een voordeel van jullie analyse is dat ik er geen cent voor hoef te betalen. Ja, misschien dat het door de cognac komt, maar als ik denk aan die vrolijke, levendige Celia Brunswijk van vroeger. En kijk haar nu eens, tevreden met haar tuin, haar Saksische porselein en haar herinneringen. Iedere avond klimt ze op een ladder om zijn onzichtbare aureool op te poetsen. Komt inderdaad denk ik door de cognac, liefje. Als je eens wist hoe jaloers ik vroeger op haar was. Vroeger? Lijkt me wel 1000 jaar geleden. Ja, voor mij is het tenminste 3 mannen geleden. Dat is in ieder geval één ding waar ik je altijd de baas in ben gebleven. Maar waarom jij nooit getrouwd bent? Omdat ik nooit meer een man als Bart ontmoet heb. En je weet hoeveel ik gereisd heb. Ja, maar om een man te vinden of je niet te reizen? Vooral niet omdat er hier altijd wel iemand in de buurt is. Nee, ik heb liever geen complicaties met mijn buurt. Zo, en als je er persoonlijk voor de gaan, ik bel hoor. Het is overigens stikdonker buiten. En je weet hoe slecht ik zie in het leven. Gooi je ijdelheid overboord en koop een bril. Je doet niet zo dwaas. Ik heb ergens gelezen dat bijziendheid je seksappeal vergroot. Het weer is wel erg naar aan het worden. David, of Morena moest je maar even naar huis brengen met de wagen. Alweer. Ik heb de laatste tijd al zo vaak van zijn dienst gebruik gemaakt. Hij zou bijna geen denken dat hij bij mij in dienst is. Ik denk dat hij dat heel wat leuker zou vinden. David, wil jij Morena even vragen of hij Martin naar huis brengt? Natuurlijk. Ik weet dat ik reuze lastig ben, maar als je zeker weet dat je hem niet nodig hebt vanavond... Celia, wat David betreft, is er iets met hem? Hij maakt op mij niet de indruk van een extatische verloofde. Younes vertrekt morgen naar Europa. Ik denk dat het komt dat ze elkaar lange tijd niet zullen zien. Nou, dat zal het dan wel zijn. Hey, goedenacht, liefje. En dank voor de wagen. En nog één keertje, Younes is een schatje. En wat de vader betreft, zoals Louise al zei, hij is inderdaad zeer bemiddeld. Dag. Is het in orde met Martha? Ja. Ik ben moe. Ik geloof dat ik naar bed toe ga. Inderdaad, je ziet er moe uit. Ik zou maar niet meer uitgaan. Ga jij ook zo naar boven? Ja, direct. Okay. Nou, goedenacht alvast dan. Welterusten, lieverd. Ik kom zo dadelijk nog even het licht bij jou doen. Dat hoeft niet. Ik bedoel, misschien slaap ik wel en dan maak je me wakker. Dus dat hoeft echt niet. Welterusten. Mrs. Granger? Ja? Kitty, waar is Mrs. Hamilton? Mrs. Hamilton, ze heeft een ongelukje gehad. Hij heeft haar bij de arm bezeerd. Is het ernstig? Ze zei dat als ze even kon blijven liggen, het wel weer over zou gaan. Ik heb haar gezegd, mocht u haar nog nodig hebben, ik nog even kwam vertellen. Dan moesten we haar maar niet storen. Ze doet reuze kribbig tegen me. Maar ja, zo doet ze altijd. Kan ik verder nog iets voor u doen? Nee. Okay. Kitty? Ja? Ik krijg de indruk dat je hier niet helemaal tevreden bent. Oh, jawel, Mrs. Granger. We liggen nogal ver verwijderd van alles.
En het lijkt me niet billig tegenover zo'n jong ding als jij om zo opgesloten te zijn. Maar ik heb allerlei werk te doen. Dat geloof ik graag. Maar ik geloof ook dat je ergens anders veel gelukkiger zult zijn. Bent u niet tevreden over mijn werk? Daar gaat het niet om. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik liever een ouder iemand heb. Iemand die niet zo duidelijk onrustig is. Je kunt natuurlijk blijven totdat je een andere baan hebt. Maar Mrs. Granger... Het spijt me, Cathy. Ik heb een besluit genomen. Dus op mijn werk is niks aan te merken. Maar ik ben te jong en te knap. Dat is het, hè? Je uiterlijk heeft er niets mee te maken. Ik heb gewoon liever een ouder iemand. Dat is alles. Natuurlijk. Eentje waar Mr. David niet naar kijkt. U bent bang dat uw zoon niet met Miss Kilburn trouwt en dat ik ertussen kom. Hij is toch niet zo enthousiast over dat idee trouwens. Ik zal je nog 2 weken salaris meegeven, dan kun je morgen meteen gaan. Goed, als u het zo wilt, kan ik even gemeen zijn. Ik ga heus wel, maar hoe wilt u mij verhinderen uw zoon te ontmoeten? En zo vaak als ik wil, want hij spreekt maar al te graag met me af. Wil je nu de kamer uitgaan, alsjeblieft? Zie je wel, ik dacht wel dat ik gelijk had. U bent bang dat het plannetje in de war zou lopen en dat uw zoon niet met Miss Kilburn trouwt. Want de Kilburns zijn rijk en de Grangers zijn arm. Dat weet iedereen. Maar de Kilburns niet. Nog niet. Ik had geen idee dat je zo overspannen was. Als je morgen weggaat, kan ik je aanraden om naar de dokter te gaan. Goedenavond. Misschien ben ik al wel bij een dokter geweest. Daar heb je ook lang over gedaan, Conrad. Ja, ik moest toch zeker wat aankleden. Nou, waar is hij? Wie? Oh. Hij staat er bij het hek. Hij praat met wat lui van de krant. Hij zei dat ik hier op hem moest wachten. Nou, ik kan het nog steeds niet geloven. Dat arme kind. Het is toch verschrikkelijk? We doen gewoon, het is al erg genoeg, hè? Hey, ik begrijp niet dat jij zo kalm kan blijven. Waar was je trouwens vannacht? Dat doet er niet toe. Wees blij dat jij er niet bij was. En jij stinkt als een kroeg. Mensen, laten me toch met rust. Ik heb geen eens tijd gehad om me te kunnen scheren. Trouwens, alsof jij er zo lekker uitziet. Wat sta je nou te janken? Jij had toch een hekel aan Cathy? Ik hoorde jullie gisteravond nog ruzie maken. We hadden helemaal geen ruzie. Ik gaf er alleen maar een standje, omdat ze de glazen niet naar behoren had afgedroogd. Nou, je weet hoe hij zei, Mrs. Granger altijd over dat glaswerk maakt. En dat was alles? Ja. Want het was anders wel een avondje van ruzie, hè? Ja. Dat had je niet moeten doen, Ul. Het scheelt maar een haartje of je had mijn pols gebroken. Dan moet je me niet zo tegen me zanen als ik gedronken heb. De mensen zouden denken dat we getrouwd zijn. Ul, jij hebt er toch niks mee te maken, hè? Wat bedoel je? Je weet heel goed wat ik bedoel. Ze zei dat je er steeds lastig viel. Dat is al leugen. Nee, echt. Daar hadden we dus ook ruzie over gisteravond. Zei ze dat ik er gisteravond ook heb lastig gevallen? Ze zei dat je er steeds achterna zat. Nou, de laatste tijd niet meer. Heeft ze dat niet gezegd? Nee. Nou, knoop dat dan maar in je oren. Wat is die smeren ze naar vraagt? Dacht je nou echt dat ik iets ten nadele van jou zou zeggen? Nee. Ondanks de manier waarop je me behandeld hebt. Nee, maar we moeten ook allemaal voorzichtig zijn. Met wat we zeggen, met wat we ons herinneren. De kleinste kleinigheden. Ik weet precies hoe die smeren ze werken. Ja, nou... Zit er over mij maar niet in, ik hou mijn mond wel. Ondanks hoe je me behandeld hebt. Jij hebt dit me gewoon veel te serieus. 2 mensen hebben het leuk samen en ineens is er geen lol meer aan en dan kun je er niets meer aan doen.
En niet dat je niet nog een hoop voor me betekent. Ja, voor mij en nog een paar honderd anderen, ja. Nou, weet je wat, aan het eind van de week dan gaan we samen uit. Dat zal ons goed doen als die politie met ons klaar is. Ja, goed. Dat wil ik best. Nou, goed. Vertel, hoe ziet die eruit? Wie? Die Smeres! Oh, nou, ja, hij lijkt me wel geschikt. Hij heeft me eigenlijk niet zoveel gevraagd. En hij lijkt helemaal niet op een filmdetective. Hij houdt niet steeds een hoed op en hij rookt ook geen sigaren. Eigenlijk draag ik nooit een hoed, Mrs. Hamilton. En ik rook alleen maar sigaretten. Maar alleen als ik ergens over pieken. Ben jij Moreno? Ja, dat ben ik. Carlin, afdeling moordzaken. Ik wil jou zo meteen even een paar vragen stellen. Net als iedereen hier in dit huis. Zo, komt Mrs. Granger al beneden? Ja, ze zei dat ze dadelijk zou komen en dat ik alvast koffie mocht gaan zetten. Oké, een ogenblikje nog. Is Mr. Granger al wakker? Mrs. Granger zou hem gaan wekken en het hem gelijk vertellen. Mogen we in de tussentijd even een paar vragen nu stellen? Laat hem maar even zitten. Dus u was de eerste die vanmorgen gewekt werd door Mr. Quinney? Ja, hij kwam de melk brengen. Volgens hem was het om 5:30, klopt dat? Ja. Ja, ik werd wakker van het gebons op de deur en toen heb ik gelijk op de wekker gekeken. Omdat ik bang was dat ik me verslapen zou hebben. Ik was gisteravond... Ja, en toen? Nou, toen heb ik de deur geopend voor Mr. Quinney. En toen vertelde hij het. Dat ze daar lag. Bij het hek. Dood. Eerst kon ik dat natuurlijk helemaal niet geloven. Dus ik ben nog naar de kamer gegaan. Maar ja, dat was ze niet. En toen ben ik naar de kamer gegaan van Mrs. Granger. Ik zag dat ze niet sliep. Dus toen heb ik op de deur geklopt. Wacht even. Hoe kon jij zien dat ze niet sliep? Ik zag het licht onder de deur door, omdat het donker was in de hal. Maar misschien is ze ook wakker geworden van Mr. Quinney. Nee, meneer. Haar kamer is helemaal aan de andere kant van het huis. Oh goed. Je hebt het haar verteld, en toen? Nou, intussen had Mr. Quinney de politie gebeld. En toen ben ik naar beneden gegaan om op u te wachten. En toen heb ik de deur voor u geopend. En was Mrs. Granger erg in de war toen u het haar vertelde? Nou, eerst wel, meneer. Maar daarna was ze weer volkomen kalm. En gisteravond is er nog iets bijzonders gebeurd. Nee, zoals ik al zei, ik was niet zo lekker, dus ik kon eerst niet in slaap komen. En nou, ik heb wel rond 11:30 een wagen de garage uit horen rijden. Dat was ik. Oh, en heeft u die wagen nog horen terugkomen? Nee, meneer, als ik eenmaal slaap, dan slaap ik reuze vast. Zeg, en wanneer heb je haar voor het laatst gezien? Toen Mrs. Granger dan naar mijn kamer stuurde om te vragen wat ik mankeerde. Oh, en wat mankeerde u? Ik was gevallen. Ah, juist. Zeg, Miss Moore, was het Miss Moore? Had hij veel vrienden? Speciale vrienden bedoel ik? Ik geloof het niet. Geen speciale vrienden. Niemand in het dorp? Nou, ze was wel een paar keer met iemand uit geweest, maar ze heeft me nooit verteld hoe hij heette. Of waar die woonde, of waar die werkte. Nee. Ja, en als ze hem belde en ik was in de keuken, dan maakte ze altijd stiekem gebruik van deze telefoon. Terwijl ze wist dat Mrs. Granger dat helemaal niet goed vond. En ja, ik moest zelf ook een keer telefoneren en toen hoorde ik haar praten met iemand. Maar u hoorde geen namen? Nee, ik heb gelijk opgehangen. Maar ik hoorde wel dat ze met een man sprak. Mm-hmm. Zeg, kon ze een beetje goed opschieten met de rest van het personeel? Nou ja, alleen Moreno en ik zijn er nog. Oh. En ja, wij konden het wel goed met haar vinden. Ja, meestal blijven die jonge dingen niet zo lang, ziet u. Zo zijn we er nog nooit eentje kwijtgeraakt. Nee. En waarom blijven die jonge dames nooit zo lang? Ach, het is hier veel te saai, meneer. Zelfs naar de bushalte lopen is 1,5 kilometer. En er komt er nog bij. Ja. Er is gewoon te weinig personeel en te veel kamers. Ja. Ook al hebben ze een hele vleugel afgesloten. Ja, en soms ontsloeg Mrs. Granger ook gewoon. Als ze merkte dat ze te veel naar de zoon keken of als haar zoon te veel naar hen keek. Oh! Dat was met Katie helemaal niet het geval, meneer. Dat was het voorlopig wel, Mrs. Hamilton.
Gaat u maar lekker koffie zetten. Dank u. Zo. Dus jij bent 11:30 nog weggegaan? Ja, ik moest Mrs. Brand naar huis brengen. Ze was een beetje bang in de mist. Zeg, hoe lang ben jij hier al, Moreno? 3 jaar. Ja, het is een makkelijk baantje. Stom vervelend, maar ik heb genoeg sensatie gehad. Hiervoor zat ik in dienst, infanterie. Na de oorlog ben ik nog een paar jaar in dienst gebleven. Totdat je hier kwam? Ja. Oh, juist. En toen je Mrs. Brand had weggebracht, toen ben je meteen weer teruggekomen? Mijn drank was op. Ik heb nog wat nieuw gehaald. Oh, en is dat op dat tijdstip nog te halen in Kingsville? Niet in de winkel, maar ik heb een adresje. Daar ben ik heel benieuwd naar, naar dat adresje. En hoe laat ben je toen wel thuisgekomen? Ja, ik weet niet precies. Ja, ik had nogal wat op. Maar ik denk een uur of 4. En toen zag je Miss Moore niet liggen? Nee, maar dat kon ook niet. Het was stikdonker. Ben je wel eens met haar uit geweest? Nee, nog nooit. Ik heb een griet in het dorp waar ik, om zo te zeggen, verkering mee heb. En daar was jij vannacht? Ja. Goed. Hoe heet ze? Ja, nou ziet u, ze is getrouwd. Ja, al jaren van een man af, maar ik heb toch liever niet dat zij erbij... Ik bewonder je redelijkheid, maar ik zal toch haar naam en adres moeten weten. Nou goed, Rose Coonan, 68 Mill Street. 68 Mill Street. Bedankt, Moreno. Dat was het voorlopig. Bedankt. Wat ik me afvroeg. Ja? Mijn sigaretten zijn op. Is er een bezwaar tegen als ik even naar het dorp ga? Wacht. Ik heb hier nog een half pakje. Ik heb liever dat je in de buurt blijft. Betekent dat ik onder arrest sta? Dat betekent dat ik liever wil dat je in de buurt blijft. Goedemorgen, Mrs. Granger. Dan Carling, afdeling moordzaken. Dit is een enorme schok geweest. Ik hoop nog steeds ergens dat het een nachtmerrie is. Ik wou dat ik dat u kon zeggen. Het arme kind. Ik heb Mrs. Hamilton gevraagd om koffie te zetten. Of heeft u liever iets anders? Veronderstel dat u net zo vroeg bent opgestaan als wij. Een kopje koffie zou heerlijk zijn. Weet u zeker dat het moord was? Ja. Ik denk misschien nog aan een auto-ongeluk. Die weg is soms zo levensgevaarlijk. Maar het lichaam ligt binnen het hek. En daarbij haar hoofd is ingeslagen met een steen. De steen ligt ernaast. En om haar nek had ze een sjaaltje. Mrs. Hamilton zei dat die van u was. Ja, die was inderdaad van mij. Ik had hem aan Cathy gegeven. Moord. Wie zou zoiets aan gedaan kunnen hebben? Ja, daar probeer ik nu juist achter te komen. Wilt u even gaan zitten? Ja, dank u wel. U zal wel veel te vragen hebben, vermoed ik. Aan iedereen in dit huis. Nou, daar zal niemand bezwaar tegen maken. Hoewel, ik zou u om een kleine gunst willen vragen. Mrs. Granger. Mijn zoon, hij is pas ziek geweest en dit heeft hem nogal erg aangegrepen. Ik vraag u natuurlijk niet om een speciale... Ik begrijp het. En ik begrijp ook dat het een grote schok voor hem is geweest. Maar ja, ik heb een routine af te werken, dat begrijp ik. Dat begrijp ik, heer, ja. U herinnert zich mij niet meer, is het wel, Mrs. Granger? Of ik mij u herinner? Ja. Ik ben bang van niet. Het is de eerste maal dat ik met de politie in aanraking kom. Nou, dat is niet helemaal waar. U herinnert zich ongetwijfeld dat u een aantal jaren geleden in de chique nachtclub in New York hebt gezongen. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Dat was een rage in onze kringen. Veel talent hadden we meestal niet, maar des te meer enthousiaste en loyale kennissen. U wilt me toch niet zeggen dat ik zo slecht zong dat ze de politie hebben gewaarschuwd? Nee, u zong feitelijk heel erg mooi. Nee, het kwam omdat u altijd zelf reed naar New York en weer terug. Ik heb u een keer moeten aanhouden toen u veel te hard reed.
Maar toen ik zag dat het u was, heb ik u niet bekeurd. Dat is erg aardig van u. Maar wij kennen elkaar al van veel eerder, toen u nog in het oude huis woonde op Kings Point. Dat is eeuwen geleden. Ja, met dat grote grasveld en die gietijzeren beesten, die herten en die honden. Ja, die afgrijzelijk lelijk rendier en die flamingo op stelten. Ja. Daar hebben we elkaar vaak gesproken. U wilde altijd mijn fiets lenen. Dat geloof ik graag. Van mijn ouders mocht ik geen fiets hebben. Ja, mijn ouders waren te arm voor een fiets. De fiets was van een kruidenier. Ik bracht altijd bestellingen rond na schooltijd. Oh, maar dan was u... Ja, natuurlijk herinner ik mij u. Ah. Maar ja, zo vaak hebben we elkaar niet gezien. Nee, ik kon daarna wat meer verdienen bij een kleermaker. En uw vader ging naar een andere kleermaker. In ieder geval bedankt voor uw fiets. Die grammofoonplaat die u toen de tijd gemaakt heeft, daar heb ik nog altijd een exemplaar van. Oh ja, ik niet. Oh. Ik begrijp niet waarom ik dit allemaal oprakel. We kunnen beter bij de moord blijven, neem me niet kwalijk. Hier is de koffie, Mrs. Granger. Dank u, Mrs. Hamilton. Ik mag u toch ook inschenken, Mr. Carlin? Zonder melk als het kan. Neemt u me niet kwalijk dat ik er nog zo uitzie, maar ik heb echt nog geen tijd gehad om me om te kleden. Ik begrijp het, Mrs. Hamilton. Zonder melk. Dank u, vriend. Wat gek eigenlijk dat wij hier zo rustig zitten koffie te drinken, alsof er helemaal niets ernstigs gebeurd is en dat kind daar niet levenloos lag. Maar, ach ja, we zijn tenslotte beschaafde mensen en ons leven zal er niet ingrijpend door veranderen. Ik hoop het van harte, Mrs. Branch. David, dit is Mr. Carlin, hij is van de politie. Hoe maakt u het? Wil je ook koffie? Nee, dank je. Ik heb iets sterkers nodig. Ik hoop niet dat u denkt dat ik iedere morgen zo begin. Ach, dit is een bijzondere dag voor ons allemaal. Het lijkt allemaal haast niet mogelijk. Ik heb zo onderhand wel geleerd dat alles zinloos is, maar waarom doet iemand zoiets? En dan nog wel met Kathy. David, alsjeblieft. En doe die gordijnen dicht. Het maar buiten sluiten, hè? Ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden. U heeft allebei een zware ochtend achter de rug. Maar we moeten hier even doorheen. De moordenaar is vaak zenuwachtig en vergeet een kleinigheid. En dat is nou net waar wij naar op zoek zijn. Die kleinigheid. We weten zo weinig van haar. Ze was hier pas een paar maanden. Dus ze was erg handig. Was u tevreden over haar? Ja, was erg tevreden over Kathy. Ze was een uitzondering op al die andere dienstmeisjes. Goed. En... weet u helemaal niets van haar privé, of ze een vriend had of een verloofde? Nee, maar ze zal het wel verscheidene gehad hebben. En waarom denkt u dat? Ze was knap en vol levenslust, waarom zou ze niet? En is er gisteravond nog iets ongewoons gebeurd? Iets wat hiermee te maken zou kunnen hebben? Nee, helemaal niets bijzonders. Ik had gasten, dus had het nogal druk en het werd tamelijk laat. En toen is ze naar bed gegaan, neemt u aan? Voor zover we iets aannemen. En nu, Mr. Granger, weet u wat ze daarna gedaan heeft? Mijn hemel, nee. Hoe komt u daarbij? Nou, misschien omdat ze dat u verteld heeft. Toen ik hier gisteravond aankwam, was ze aan het opruimen. En ze vertelde mij nooit iets over haar afspraakjes. Meer niet. En dat was de laatste keer dat u haar gezien heeft? Ja. Goed. Ik moet nu naar het dorp om het rapport van de lijkschouwer in ontvangst te nemen en nog wat muzici te... verhoren die hier gisteravond hebben opgetreden. De lijkschouwer. En dat klinkt zo definitief. Pik er nu niet over, David. Ik piek er ook helemaal niet. Ik realiseer het me alleen maar. Ik dank u voor uw hulp en medewerking. Ik zal de komende dagen hier nog wel vaker langs moeten komen, dat kan ik niet zeggen. Ik betreur de omstandigheden, maar ik ben u blij dat ik u weer ontmoet heb. Dank u wel. Oh. Dat zijn een paar vervelende schrammen, Mrs. Granger. Gisteren in de tuin gewerkt, bloemen geplukt voor de tafelversiering. De rozen voelden er blijkbaar niets voor om hier te komen dineren. Oh, juist. Nou, tot ziens, Mr. Granger. Tot ziens, Mrs. Granger. Nou, dat lijkt me nou niet het bepaalde type van een speurneus. En toch waren de ogenblikken dat hij nog steeds de kruideniersjongen was. De wat? Toen ik een klein meisje was, kreeg ik soms marsepeinen hartjes met een strikje erom. Nu, na al die jaren, geloof ik dat ik weet van wie. Bedoel je... Ik vraag me af of hij
nog steeds zo sentimenteel is. Lijkt me zo vreemd voor iemand van de politie. Nou, laten we het hopen. Ik bedoel, dat zou van pas kunnen komen. Politiemensen kunnen zo verdomd vervelend zijn. Ze halen alles overhoop. David, doe het rustig aan met de cognac. Het is niet goed voor je hart. Ik moet deze dag zien te vergeten. Desnoods drink ik mezelf bewusteloos, als het maar weggaat. Je moet het je niet zo aantrekken. Het is vreselijk wat er gebeurd is. Maar we mogen God danken dat het niemand is die ons nastond. We mogen God danken dat het slechts Kathy was. David, jij bent toch nooit met haar uit geweest? Nee. Waarom vraag je dat? Nou, zomaar. Het zou, je begrijpt toch wel dat het niet zo mooi zou zijn als het wel het geval was? Toen Kathy en ik hier gisteravond stonden te praten, toen heb jij iets opgevangen wat in die richting wees? Toen jullie gisteren praten? Nee, toen heb ik niets gehoord. Je zei nog wel dat je een eindje omging. En ik denk, ja, misschien heb je haar toevallig dan ontmoet. Kathy en ik zijn niet uit geweest. We hebben ook geen verhouding. Ze heeft alleen maar geposeerd voor het portret. Portret? Ja, alleen voor het gezicht. Het is een kopie, zie je. Een kopie van wat? Van een naakt. Voor een waar. Waar is het? Ja, hier. Heb je dit nog aan iemand anders laten zien? Ja, aan Younes. Hoe heb je het in godsnaam aan Younes kunnen laten zien? Omdat dit mijn beste werk is. En ik ben er verdomd trots op. En geloofde zij dat Kathy alleen maar voor het gezicht geposeerd heeft? Waarom niet? Het is toch zo? Nou, dan mag je heel blij zijn dat je meisje gaat trouwen die goed van vertrouwen is. Dat maakt het ook uit. Niemand heeft het voor de rest gezien. Wat doet het er dan naartoe? Nee, als niemand anders het verder ook ziet, dan doet het er ook niet toe. Zou je nou even Mrs. Hamilton willen roepen? Ja, natuurlijk. Nou, we zijn net voor de bui binnen. Ik denk dat je het beste hier kunt wachten. Ze zal zo wel beneden komen. Zo'n mooi huis heb ik nog nooit gezien. Als je van antiek houdt. Ja, ja, dat doe ik. Ik hoop dat ik hier mag blijven. Ja, dat hoop ik ook. We kunnen wel iemand gebruiken die de boel hier een beetje opfleurt. Ja, het wordt hier stom vervelend, zo ver van de stad af en zo. Nou, dat vind ik niet erg. Ik ben juist blij dat ik uit de stad vandaan ben. Voor het geval dat je interesseert. Ik heb de wagen vaak voor mezelf. Ja, Mrs. Granger gaat weinig uit en Mr. Granger heeft zijn eigen auto. Dat is prettig voor je. Ja, nee, wat ik bedoel is dus, als jij eens een lift wilt hebben... Ja, zullen we eens even afwachten of ik dit baantje echt wel krijg? Wat voor mensen zijn het eigenlijk? Oh, dat gaat wel. En binnenkort wordt het nog een stuk beter. Net als voor iemand anders hier uit het dorp. Ik snap je niet helemaal, denk ik. Dat vertel ik je nog wel op een avond als ik de wagen heb, hè? Zou je haar het eens... Gaan zeggen dat ik er ben? Nou ja, misschien wel. Oh, ben je hier. Zo, dus jij bent mijn nieuwe. Nou, ik ben blij dat je er bent. Kan je wel verzekeren, ik heb mijn handen vol hier de laatste paar dagen. Ja, ik hoop tenminste dat ik het nieuwe meisje ben. Mijn naam is Nora Taylor. Mrs. Hamilton, huishoudster in Cooking. Met andere woorden, de moederoverste. Let maar niet op hem, Nora. Hij is een beetje de dorpsdon gewoon. Op je vrije dag mag je met hem meerijden naar het dorp. Maar als je verstandig bent, ga je achterin zitten. Ik zal Mrs. Granger even zeggen dat je er bent. Ze is boven aan het stof afnemen. Oh? Ja, er zijn een paar dingen die alleen zij mag aanraken. En ik kan je wel verzekeren dat ik dat helemaal niet erg vind. Bereid je er een beetje voor, hoor? Waarom? Dat ze zo jong en knap is, bedoel ik. Oh, ja. En dat is iets wat jij helemaal niet erg vindt. Zij en ik kunnen de laatste tijd niet zo goed met elkaar vinden. Zij behoort tot het slag mensen dat de zon niet in het water kan zien schijnen.
Denk je dat Mrs. Granger mij te jong vindt? Toevallig hoorde ik een telefoongesprek wat Mrs. Granger met het bemiddelingsbureau had. Ja. En jij bent het tegenovergestelde van waar zij hem vroeg. Ja, ik wil dit baantje ook zo graag hebben en ik heb uitstekende getuigschriften. Maar waarom vergooi je eigenlijk je beste jaren met zulk rotwerk? Nou ja, zo erg is het niet en ik moet toch mijn brood verdienen. En waar kwam je ook weer vandaan? New York. Waarom wil je daar met alle geweld vandaan? Nou, ik geloof niet dat dat jou wat aangaat. Oh, sorry, ik vroeg het zomaar. En jij? Waarom blijf jij hier als je het zo verschrikkelijk vindt? Nou, je zegt dat ik het zo verschrikkelijk vind. Wie weet hoe gezellig ik het nu ga vinden. En trouwens, als het echt vervelend wordt, weet ik altijd nog wel voor afleiding te zorgen. Dit is het meisje van het bemiddelingsbureau, Mrs. Granger. Goedemiddag, dank je, Moreno. Heeft u de wagen nog nodig vandaag? Dat hoor je nog wel. Dank u, Mrs. Granger. Zo, u komt dus van het bemiddelingsbureau van Miss Harper. Ja, aangenaam. Mijn naam is Nora Taylor. Ik zal eventjes haar aanbevelingsbrief verpakken. Laat maar even, Nora. Wil je niet gaan zitten? Ja, dank u wel. Begrijp Miss Harper niet. Ik had het toch duidelijk gezegd dat ik een ouder iemand wilde hebben. Oh, dat wist ik niet. Ik wist alleen dat u iemand zocht en welk loon u bood. En nou ja, hier ben ik. Het spijt me dan dat je het hele eind voor niets bent gekomen. Ja, ik heb uitstekende getuigschriften. En als u mij alleen maar een kans zou willen geven... Dat geloof ik graag, maar ik geloof ook dat het je hier niet erg zal bevallen. We liggen nogal ver verwijderd van de bewoonde wereld en het zal hier te stil zijn. Dat was het ook voor de anderen. Ja, ik ben juist gek op de stilte. Een kleine kans, als u die mij zou willen geven. Ik weet niet of je het weet, maar wat de moeite het kost om een nieuw meisje in te werken. En dan, als ze dan toch weer weggaat... Maar ik ga niet weg. Tenminste niet als u het per se wilt. En alleen omdat uw andere meisje... Heeft Miss Harper je niet verteld over mijn laatste meisje? Nee. Miss Taylor, mijn laatste meisje is vermoord. Vlak bij mijn tuinhek. Oh. Ik dacht dat je het wist. Nee. Ik veronderstel dat dit wel van gedachten zal veranderen. Nou ja, ik schrik daar natuurlijk wel van, maar meer ook niet. En om zo'n reden kan ik zo'n goede baan niet laten lopen. Niet nu ik het zo hard nodig heb. De moordenaar is nog op vrije voeten en de politie heeft nog geen enkel spoor. In het dorp maken ze zich nogal ongerust. De bliksem treft nooit twee maal dezelfde boom, Mrs. Granger. En ik ben in ieder geval niet bang. Hé, je bent niet echt het type van een dienstmeisje. Ik heb er ook geen speciale studie voor gevolgd. Ik ben eerst serveerster geweest, maar dit bevalt me veel beter. Zou u dan toch niet mijn getuigschriften willen zien? Nee, ik geloof direct dat ze uitstekend zijn, maar... Moreno zal je naar de trein brengen. Over een paar kwartier gaat er weer een trein. En natuurlijk vergoed ik je reiskosten. David, dit is Miss... Taylor van het bemiddelingsbureau. Oh, dat is vlug. Hoe maak je het? Aangenaam. Dit is mijn zoon. Ja. Aangenaam kennis te maken, Mr. Granger. En als u besluit vaststaat, mevrouw, dan is het inderdaad maar beter dat ik weer terug ga naar het station. Ik heb haar uitgelegd dat ik liever een ouder iemand wil. Het spijt me dat ze het hele eind voor niets is gekomen, maar... Ja, ik begrijp ook niet hoe ze haar hebben kunnen sturen. Waarom moeten wij met alle geweld een ouder iemand hebben? Omdat die jonge meisjes nooit blijven. Nou, zullen we het er zelf uit laten vinden? Wat denkt u? Zal het u hier bevallen? Ja, ik denk dat ik het heel erg naar mijn zin zal hebben hier. Nou... Zullen we het er dan zelf uit laten vinden? Ze heeft er tenslotte zo'n lange reis voor gemaakt. Als u mij alleen maar een kans zou willen geven. Ik weet het niet te pas is, Mrs. Granger, of een beroep te doen op uw meelij, maar ik heb dit baantje echt nodig. We kunnen haar toch in dit weer niet naar huis laten gaan? Kun jij een reden bedenken waarom we het niet zouden proberen? Maar David... Bovendien hebben wij het nodig. Oké, goed dan. Voor een paar dagen althans. Ik zou Mrs. Hamilton even vragen of ze je kamer wil wijzen. En ze zal je ook vertellen wat je moet doen. Ja, dank u vriendelijk, Mrs. Granger. En u ook, Mr. Granger. Ja, geen dank. En je zult zien, het is half niet half zo vervelend als moeder je wil doen geloven. Hè? Natuurlijk hebben we één keer per maand een diner. En tijdens dat soort orgies kan het soms wel eens 10 uur worden. Ik heb haar natuurlijk ook verteld over Cathy. Miss Harper had haar niets gezegd. En ik kan haar natuurlijk niet in dienst nemen zonder haar niet te waarschuwen. Jij denkt nog steeds dat onze moordenaar ergens achter een bosje ligt te wachten om opnieuw toe te slaan. Ach, en wat dan nog. Het is vast een kennis van haar geweest en ik zal wel oppassen voor dat soort kennissen.
Ja, Mrs. Granger. Nora, blijf voorlopig. Zou u haar kamer willen wijzen? Ja, natuurlijk, mevrouw. En wilt u dan meteen even kijken of alle ramen goed gesloten zijn? Ik ben bang dat we een stortbui krijgen. Ja. Ga je mee? Ja. Miss Harper zou de meisjes moeten verhuren als schildermodellen. Het is niet onknap, hè? Maar doe me een plezier en stel me niet weer voor een goddomme feit. Ik had haar liever niet gehouden, hoor. Omdat ze knap is. Wat maakt het dan uit als ze haar werk maar goed doet? Kan je verzekeren dat het voor mij geen verschil maakt? Het is aan mij, hè? Het is aan mij dat je het niet wil. Ik wil er liever geen herhaling van die modelstaangeschiedenis. Moeder, ik beloof het je, dat gebeurt heus niet. Dank je. Dit is ook eigenlijk een heel ander type meisje. David, waar ben je de hele middag geweest? Ik ben een eindje gaan rijden. Ik wilde weg zijn van dit huis. Ja, dat gevoel ken ik. Wat mij betreft ligt Cathy daar nog steeds bij dat hek. Hadden we niet afgesproken daar niet meer over te praten? We zouden er juist over moeten praten. Steeds maar weer en opnieuw, dan hadden we het misschien nu wat makkelijker gehad. Is die jeugdvriend van je nog hier geweest? Ja, hij heeft Cathy's hoekje doorzocht. Dat heeft hij gisteren ook al gedaan. Nou, hij had nog steeds niets gevonden. Geen brieven, geen notitieboekje. Blijkbaar was hij niet erg sentimenteel. Ja, en morgen doet hij hetzelfde en de dag daarna en daarna. Dat is nu eenmaal zijn vak. Ik vraag het me af. En als we dan toch iemand van de politie moeten hebben, dan ben ik blij dat het iemand is met zijn tact en begrip. Maar David, wat is er? Ja. Het gaat over Younes. Dat is ook de reden waarom ik ben gaan rijden vandaag. Ik wilde met mezelf tot klaarheid komen. En, is dat gelukt? Ik begin me steeds beter te beseffen wat een leven met haar en vooral met haar vader zal betekenen. Ja, dat zal zeer zorgeloos en luxueus zijn. Ja, dat geloof ik graag. Maar ik denk niet dat ik het zou kunnen. Je bent een beetje in de war. Over een paar dagen denk je er heel anders over. Moeder, ik wil dat je weet dat ik heb besloten om niet met haar te trouwen. Is het daar al niet een beetje te laat voor? Is het ooit te laat om een fout te vermijden? Wat is de reden van deze plotselinge ommekeer? Dit hele gebeuren. Het is net alsof het mij met een schok tot bezinning heeft gebracht. Alsof er een nevel is opgetrokken en dan is er nog mijn passie voor het schilderen. Dat wil ik gewoon niet opgeven. Er is niemand die dat van je verlangt. Maar probeer me niet wijs te maken dat je ineens een krankzinnig verlangen hebt om in Parijs te gaan hongerlijden. Ergens in Montmartre. Ik dacht dat je van Younes hield. Dat doe ik ook wel. En tot op zekere hoogte. Als ze bij me is, dan voel ik me tot eraan getrokken. Maar de momenten dat ze er niet is, dan is er niets in mij dat naar dat het überhaupt kan schelen of ze nog terugkomt. Ik lijk wel gek. Als je er zo over denkt, dan valt er ook weinig meer over te praten. Ja, behalve dat wanneer ik met haar trouw bij dit huis aan kunnen houden. Want dan ben ik een groot textielman. Doe niet zo belachelijk, David. Daar gaat het helemaal niet om. We zijn blut. Ja. En dan kunnen we dit huis aanhouden. Ja. Je hebt het gevoel dat je grote verplichtingen aan dit alles hebt, hè? Ja, inderdaad, David. Om je vader. Dit huis is een symbool van hem, van zijn traditie. Een symbool dat mij is toevertrouwd en daarom heb ik er zo voor gevochten. Maar dat is niet alles, hè? Natuurlijk, dat weet je. Ik probeer een fout goed te maken. Vergeet niet dat Bart nog zou leven als ik er niet was geweest. Waarom probeer je toch jezelf altijd de schuld ervan te geven? Omdat het dat was. Omdat ik mezelf niet kan vergeven. Ik weet niet hoe jou dat lukt. Omdat er geen sprake is van vergeven. Sinds zijn dood ben jij voor mij op de eerste plaats gekomen. Daarom voel ik mij zo gerechtvaardigd in alles wat ik heb gedaan. Jij komt voor mij op de eerste plaats. Is dat zo vreemd voor een moeder? Hoe blut zijn we? We zijn aan het eind gekomen van het kapitaal wat je vader heeft nagelaten. Ik heb nog wat juwelen. En dan is er dit huis nog. Nou, dat is dan dat, hè? David, je wist toch zeker dat je met haar wilde trouwen? Je hield van haar. Ja, maar ik ben niet de eerste man die zich het hoofd op hol laat brengen door een mooi gezichtje. Ze houdt van je, David. En vergeet niet, je bent niet sterk. Zij zal voor je zorgen en ben je hele leven onder de pannen. Ja, ik wil mijn eigen leven kunnen leiden. Ach, je hebt gelijk. Natuurlijk moet ik met haar trouwen. Met wie zou ik anders moeten trouwen? Ik ga haar maar een brief sturen. Het zal ze wel van me verwachten.
Als je het meteen doet, dan krijgt ze de brief misschien bij aankomst. Dat zal ze enig vinden. Ik zou nou graag thee willen hebben. Zou jij even willen bellen? Ja. Maar Noor is waarschijnlijk nog uit aan het pakken, dus ik zeg het wel even. Moeder, heb jij dat portret gezien? Jazeker. Waar is het? Ik heb het overal gezocht. Je wilde het toch niet afmaken? Ja, eigenlijk wel. Dat wist ik niet. Waar is het? Ik heb het vernietigd. Waarom? Begrijp je toch wel? Carlin zou kunnen denken dat... Dat Cathy op dat schilderij stond en dat we een verhouding hadden en dat ik daarom op de een of andere manier vermoord zou hebben. Zoiets, ja. Ik had toch liever gehad dat je het even met me overlegd had. David, wist jij dat Cathy in verwachting was? Nee. Carlin vertelde het. Het is uitgekomen bij de lijkschouwing. Dus ik denk dat het maar goed is dat ik dat schilderij heb vernietigd. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik ga die thee halen. Ja, wat is er, Moreno? Neem me niet kwalijk. Ik had je toch gezegd dat ik je zou waarschuwen als ik de wagen nodig had? Ik heb hem niet meer nodig, dus je bent vrij vanavond. Het stelt me weer voor de aloude vraag wat te doen met mijn vrije avond. Ik kan me toch niet voorstellen dat ik jouw vrije tijdsbesteding moet gaan organiseren. Nou, wat dat betreft heb ik genoeg mogelijkheden. Wat wil je, Moreno? Bent u tevreden over mij, Mrs. Granger? Nee, ik ben niet tevreden over de houding van nu. Maar ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Of wij soms een slag nemen? Oh nee, ik heb niets te klagen. Wat wil je dan? U bent een trots mens, Mrs. Granger. Ik heb eens gelezen dat dat een teken van zwakte is. Ik ben blij te horen dat je kunt lezen. Maar ik zou graag willen dat je nu ter zake komt. U bent niet lelijk ook? Uit de mond van een kenner is dat een compliment. Wil je nu alsjeblieft de kamer verlaten? Het is gewoon zonde dat u zich zo afzondert. Eind deze week kan je gaan. Ik denk er niet aan. Ik zei, ga de kamer uit. Ik wil hier geen scène gaan maken, anders dan... Maar dat zou ik maar niet doen. Ik heb u namelijk iets te verkopen. Wat heb je mij te verkopen? Dat hangt samen met dat portret van Cathy, wat uw zoon geschilderd heeft en waar ze niets op aan had. Oh, wilde je mij dat verkopen? Hoe kan dat nou, Mrs. Granger? U heeft het toch vernietigd? En waar heb je al dat interessants vandaan? U moet niet vergeten dat ik vaak in de tuin werk en dat ik hier zo naar binnen kan kijken. Dit kan ik niet over mijn kant laten gaan. Wat gaat u doen? Carlin bellen natuurlijk. Dat zou ik maar niet doen. Anders heeft uw zoon heel wat uit te leggen. Hij heeft dat schilderij uit zijn hoofd gedaan. Denkt u dat iemand dat gelooft? En trouwens, Cathy en hij zijn heel wat keren samen uit geweest. Dacht je dat iemand dat geloofde? De avond dat zij vermoord werd, wachtte hij erop bij het tuinhek. Ja, dat wist u niet, hè? Ik zag hem toen ze bij hem instapte. Dat geloof ik niet. Eigenlijk zou ze met mij uit, maar in plaats daarvan ging ze met hem. En waarom zou hij een meisje als Cathy uit zijn hoofd schilderen? Zij is bepaald niet eenkennig, als u begrijpt wat ik bedoel. En daarbij, dan zou u ook nog moeten uitleggen waarom je dat schilderij heeft verbrand. Dat schilderij bestaat niet meer en we zouden kunnen ontkennen dat het ooit bestaan heeft. Maar dat schilderij, dat is niet helemaal verbrand. U moet ook niet vergeten dat ik de haard altijd leeg haal. En dat is een gedeelte van wat ik u wil verkopen. Ik weet zeker dat Carlin het zou begrijpen. Oké. Vertel het hem maar. Maar vergeet niet dat ze de dader nog niet hebben en dat ze soms zomaar iemand arresteren met het oog op de publieke opinie. En jij? Jij zou het ook gedaan kunnen hebben. Je zei zelf dat je een afspraakje met haar had die zij niet was nagekomen. Dat zal niet gaan, Mrs. Granger. Ik heb een alibi. Voor de hele nacht. Hoeveel wil je hebben? Kijk, zo is het beter. Nu wordt u verstandig. Ja, niet dat ik het niet flink vind dat u eerst even heeft tegengestribbeld. Hoeveel wil je hebben? Het hele bedrag willen we niet ineens van de rekening halen. En omdat ik weet dat u nogal krap zit, wil ik het met u maken. Dus laten we zeggen, om te beginnen, $250. Goed. Op voorwaarde dat je nu onmiddellijk verdwijnt. Waarom zou ik?
Ik zei u toch dat het me hier best bevalt. En ik mag u trouwens wel. En misschien kunnen we nog wel wat beter met elkaar opschieten nu we samen een geheimpje hebben. Dat had ik niet moeten doen. Daarmee verlaag ik me tot jouw niveau. Ik zal je een cheque geven. Contant. Maar dat heeft geen haast, ik wacht wel een paar dagen. Ga dan nu onmiddellijk de kamer uit. Goed, als we het toch eens zijn. En trouwens, we zien en spreken elkaar vast nog heel wat keer. Goedemiddag, Mr. Granger. Wat wilde hij? Zet maar even neer, David. Ik vroeg je wat hij wilde. David, ik heb het je al eens gevraagd, maar ik moet het nog eens doen. Ben jij nooit met Cathy uit geweest? Nee. Wat zegt hij dat? Waarom vraag je dat? In die avond dat zij vermoord is, had je toen niet met haar afgesproken? Nee. Zegt hij dat? Is dat de waarheid? Natuurlijk. Godzijdank. Hij beweert namelijk dat hij haar bij jou in de wagen heeft zien stappen. En hij zegt dat hij mij dat schilderij heeft zien verbranden. Hij probeerde mij onhandig te chanteren. Hij, die schoft. Nee, David. Jij hebt mij de waarheid verteld. Ik wilde van jou de waarheid horen. Ik weet nu wat mij te doen staat. En dat is? Het lijkt mij niet moeilijk om Moreno onschadelijk te maken. Je hebt de melk vergeten. Beneden de rivier is. Dat is haast niet te geloven. Ja, dit raam is nog door mijn vader aangebracht. Ja. Mijn moeder vond het te gevaarlijk toen ik klein was. Dus ze hebben besloten om het even te nagelen. Ja, gisteravond zat ik voor mijn raam en het was prachtig. Ja, de diepzwarte nacht, de koude frisse wind en het ruisen van de rivier. Je vergeet er alles door. Het lijkt soms net alsof er geen gisteren meer is. Ik durf te wedden, Nora, dat je ook dicht. Ja, dat klopt, ja. Ik schrijf soms dingen op die ik er niemand anders kan zeggen. Ik zal de platen voor u opzetten, Mr. Major. Dat hoeft niet. Ik heb al genoeg Peter Iljits gehad voor vandaag. Waarschijnlijk is het nog te vroeg om er iets over te kunnen zeggen, maar bevalt het je een beetje? Ik heb tot nu toe erg naar mijn zin, meneer. Dank u wel. Mooi. Dus je mist de stad niet? Nee. Ik heb mijn buik vol van de stad. En zeker na wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Al zal ik er nooit meer komen, ik zal het niet missen. Je hebt het toch moeilijk gehad? Maar ja. Ja, ik had geen andere keuze daar. Ja, het was lastig. Niemand om terug te vallen? Nee, en nooit gehaald ook. Nou ja, in ieder geval. Ik heb tot mijn 17 in een weeshuis gezeten. Oeh, dat spijt me. Maar ja, wat doe je en toen? Ja, weet je, het voelt hier ook zo prettig. Het voelt hier als een veilig toevluchtsoord. Zijn we daar niet te jong voor om nu al een toevluchtsoord te moeten hebben? Nou ja, dat hangt er vanaf, hè. Waarvoor je op de vlucht bent. Ja, maar goed. Is Miss Brandt en Miss Cortland, hè? Mijn moeder is in de tuin. Ik heb nu even geen zin in mensen. Natuurlijk, meneer. Mrs. Granger thuis. Ik geloof dat mevrouw in de tuin aan het werk is. In de tuin? Met dit weer? Ja. Ik ben Mrs. Brandt. En hoe heet jij? Mijn naam is Nora, Miss Brandt. Jij bent nieuw, hè? Ja, ik ben hier sinds eergisteren. Gunst. Het leven gaat gewoon weer zijn gangetje. Ik zal Mrs. Granger zeggen dat u er bent. Nee, laat maar. Ik heb jaren op de markt gestaan. Syria! Ik ben het!
grote grutten, dat hebben ze in Alaska gehoord. Ja. Kan ik nog iets voor u doen? Nee, dank je. Ik begrijp niet hoe ze het voor elkaar krijgt. Echt niet. Als ik het bemiddelingsbureau voor huishoudelijk personeel opbel, dan hangen ze gelijk op. En als ik nou een lastig mens was... Denk eraan, Louisa. Je hebt me beloofd dat je direct weer weg zou gaan. Ik moet iets met Celia bespreken. Iets belangrijks en privé. Ik ben alleen maar meegekomen omdat ze zich helemaal nergens meer vertoont. Ze belt mij zelfs niet meer op. En ik wilde er alleen maar laten weten dat haar vrienden... Nou ja, nog steeds haar vrienden zijn. Zijn er dan redenen waarom zij het tegenovergestelde zou denken? Dat artikel gisteravond in de dorpskrant. Nou, ik was er zo kwaad over, ik heb hem gelijk weggesmeten. Ik heb het eigenlijk niet eens gelezen. Oh, nou, ik weet zeker dat je die krant bewaard hebt. En wat dan nog? Als zouden ze een voorkeursbehandeling krijgen. Het zijn tenslotte de Rangers. Nou, jij je mond om eraan. En denk eraan, wees een beetje tactvol die paar minuten dat je hier bent. Hallo, Marta, Louisa. Celia, liefje. Hoe was het in de vrije natuur? Oktoberachtig. Ach. Ik wilde nog even een paar dingen doen voordat het begint te misten. Ja, Engel, je ziet er werkelijk beeldschoon uit. Het is toch gewoon een wonder? Als mij zoiets afschuwelijk zou overkomen, dan zou ik eruit zien als een wrak. Maar leg alsjeblieft dat vreselijk enge ding weg. Ik heb jacht gemaakt op de journalist in het kreupelhout. Groot gelijk, dat dorpsvot. Ik kwam Louisa toevallig tegen in het postkantoor. Ze wilde graag even weten hoe het met je ging. En ik heb ook nog wat post voor je maar even meegenomen. Oh, dankjewel, Marta. Alsjeblieft. Moreno had het moeten halen. Oh. Willen jullie thee of liever iets anders? Ah, dolgraag. Ik heb het beloofd, hè? Ja, Louisa. Ik ben alleen maar meegekomen om je te vertellen dat als er iets is wat we voor je kunnen doen, kan je het altijd vragen, hè? Dankjewel. Ik zal eraan denken, liefje. Oh, en dan heb ik nog een boekje. Ik weet dat je niet zo vast in astrologie gelooft als ik, maar het is voor mij altijd een geweldige steun geweest. Ja, dat geweldige, afschuwelijke wat er gebeurd is op die avond, dat hadden we kunnen weten. Ja, Mars kruist Mercurius namelijk, voordat hij met Venus in conjunctie komt. Ja, zo gunstig staan die aspecten er nog steeds niet voor, hoor. Oh nee, is die er nog steeds niet? Nee, over 2 dagen pas. Er kan nog van alles gebeuren. Maar ja, zoals de rechter altijd zegt, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Nou, zegt de rechter maar dat ik op mijn hoede zal zijn. Nou, ga er maar eens vandoor, want Martha is toch al woedend dat ik meegekomen ben. Zeg, lieverd, waarom sluit je dit huis niet een tijdje en ga weg? Ja, over je personeel hoef je geen zorgen te maken, hoor. Die wil ik zo lang al van je overnemen. Ach, Louise, die overlast wil ik je echt niet aandoen. Ach, zo'n kleine vriendendienst wil ik je heus al bewijzen, hoor. Dag. Zeg, jullie komen toch morgenavond, David en jij? Morgenavond? Oh ja, dan ben je jarig. Natuurlijk, dan komen we toch altijd? Nou, heel fijn. Tot morgenavond dan. Oh, en lieverd, het doet me erg goed dat je er zo gewoon uitziet. Nou, dag! Beter bij haar thuis dan hier. Daarbij, ze heeft me bezworen dit keer alleen normale stervelingen te hebben uitgenodigd. En niemand van gene zijde. Ik wil eigenlijk helemaal niet gaan. Ik voel me gewoon verplicht om te gaan, om te tonen dat ik gewoon ben. Ik sluit mijn huis volgende week. Ik denk niet aan om ieder jaar bijna dood te moeten vriezen, alleen om mijn voorouders een plezier te moeten doen. Of jij zou graag willen dat ik bleef? Nee hoor, het is echt niet nodig. Voor jou zou ik het doen. Weet ik. En dat nieuwe meisje van je, die is erg knap. Ja, inderdaad. En ben je niet bang dat ze een nieuw slachtoffer wordt van die landroep? Ik ben ervan overtuigd dat die landroes een biezen heeft gepakt. Dat hoop ik dan maar. Ik ben eigenlijk nog nooit van mijn leven bang geweest, maar de laatste tijd. Die Carly was vanmiddag nog bij me. Oh, ik dacht al dat er iets was wat je me wilde vertellen. Ja, hij heeft me eigenlijk een beetje teleurgesteld. Altijd gevraagd, ik vond het naar. Hij bleef maar boren. Ik heb nog geprobeerd om boos op hem te worden, maar die man is zo verduveld knap. Dat is nou eenmaal zijn vak, hè, om vragen te stellen. Ja, behalve die paar die niks met die moord te maken hebben gehad. Ik bedoel, wat gaat het hem aan of er nog mannen in jouw leven zijn geweest sinds de dood van Bart? Oh, ik begrijp wat je bedoelt. Wist je dat die arme duivel smol verliefd op je was? Je bent nog steeds het romantische meisje van toen. Maar kom op voor de draad ermee. Wat heeft hij je nog meer gevraagd? Ja, waarom je altijd alleen bent. Waarom je hier zo afgezonderd leeft.
En waarom je zo hoog verheven gedragen boven ons dorpelingen? Nou, geef je me het gevoel alsof ik op een kasteel leef met een slotgracht eromheen en een opgetrokken ophaalbrug. En er alleen maar uitkom om mijn pacht binnen te halen. Nee, wat die dorpelingen betreft heb ik gezegd dat je erg op je rust gesteld bent. En dat je helemaal niet zoveel voelt voor die liefdadigheid, Svensivers. En wat het andere betrof, dat je alleen nog maar aan Bart dacht. En dat je voor zover ik wist nog heel veel van hem hield. En wat heb je hem nog meer verteld? Niets. Oh ja, dat jij jezelf verantwoordelijk voelde voor de dood van Bart. En dat je uit een soort eerbied voor hem en zijn ouders dit huis voortzette. Als een soort zoenoffer. En verder, dat je eigenlijk veel te gecompliceerd was voor mij. Dank je, Martha. Je hebt hem dus niets verteld. Nee. Ik had hem eigenlijk moeten vertellen dat je alleen maar in die nachtclub bent gaan zingen, omdat het Granger kasteel dreigde in te storten. En jouw man veel te trots was om te gaan werken. Bart was daar niet voor opgevoed. 1929 betekende het einde voor hem. Ja, maar hij was nog jong. Hij had nog zoveel andere dingen kunnen doen. Anderen hebben dat ook gedaan. Ja, maar je weet hoe anders hij was als al die anderen. Ja, knap hem misschien. Als je van het type houdt. Juist, Bart. Jij vond hem toch ook knap? In die tijd vond ik iedereen knap. Eigenlijk jammer voor je. Oh, Cilia, met jou in de buurt maakte ik toch een schijn van kans. We wisten allemaal dat als hij ooit eens zou trouwen, dat met jou zou zijn. Nou ja, die anderen hebben het mij tenminste vergeven. Maar wat heeft die Carlin je nog meer, wat heb je hem nog meer verteld? Ja, niets over David. Hij draaide er wel omheen, maar ik wist toch waar hij heen wilde. Maar kun je het ook vertellen? Of hij een rokkenjager was natuurlijk. Ik heb gezegd dat ik nooit de kans heb gehad om erachter te komen. De jongen noemt me immers tante Martha. Hij bedoelde natuurlijk, was er iets tussen David en Cathy? Ja, zoiets ja. Maar dat ik uitgesproken was, was David veranderd in een of andere padvinder. Au, wat is het toch heerlijk om te liegen tegen de politie. Liegen? Cilia, ik ben het huis niet vergeten. Parijs? Doe niet zo belachelijk. Ik ben anders heel erg geschrokken toen. Ja, dat was jaren geleden en het was een ongeluk. Ja, maar het meisje beweerde bij hoog en laag dat David geprobeerd had haar te overrijden. Ze had een hoogoplopende ruzie. En niemand geloofde haar. De remmen bleken niet in orde te zijn. Moet jij trouwens weten, het was jouw wagen. Maar waar begint hij er ineens weer over? Ja, Bart kon reuze driftig zijn. Wie weet heeft David het wel van hem geërfd. Doe nou, Martha, alsjeblieft. David heeft een gewoon normaal humeur. En die hoofdpijn dan? Daar heeft hij al maanden geen last meer van. Ja, maar we kwamen niet door. Nou, gewoon zenuwen. En ik begin te geloven dat het komt door de afkeer die je tegen dit huis heeft. Sorry, Cilia. Ik doe al net zo dwaas als Louise. Ik ben ook zo in de war sinds die geschiedenis. En ik moet er eigenlijk ook steeds maar aan denken dat David inderdaad Katie mee uitgevraagd heeft die avond. Welke avond? Die avond dat zij vermoord is. Ik was mijn avondtasje vergeten en dat ik hier binnenkwam, hadden ze het erover. Dat kan niet. Je vergis je. Nee, ik heb ze gehoord, zeg ik je toch. Ik zal het heus niet aan die Carlin vertellen, hoor. En wat doet het ertoe? Zij is knap en hij is ook maar een mens. Cilia, je ziet ineens zo wit als een doek. De hele geschiedenis gaat me niet in mijn koude kleren zitten. Neem een cognacje. Ja. Ik was ervan overtuigd dat hij zich niet aan de afspraak gehouden heeft. Ik bedoel, hij is toch nergens met haar heen gegaan die avond? Hoe zou hij dat gekund hebben? Wij hebben hier samen zitten praten tot 2:30. Oh, dat is dan dat, hè. Kijk, hier een lekker cognacje. En later toen het bij hem kwam, toen lag ik te slapen als een os. Prachtig. Niet dat ik hem ook maar één moment verdacht heb, hoor, maar ik moest er maar eens van doorgaan. Ik hoop dat ik je niet te veel overstuur heb gemaakt. Nee, helemaal niet. En bedankt dat je mijn post hebt meegenomen. Ja, tot morgenavond bij Louisa. En weet je, als die vervelende detective hier bij je langskomt, stuur maar naar mij toe. Niet toe. Oh, ik wist niet dat je alleen was. Martha was er, ze is net weg. Was ze vervelend? Carlin is bij de geweest, die heeft een aantal idiote vragen gesteld over ons. Over ons? We hebben toch alles al verteld? Hij wilde iets weten over Cathy en jou. Nou, ik zou niet weten wat. Ben ik soms de voornaamste verdachte? Nee, dat is helemaal geen reden om dat te denken. Jij hoeft je helemaal geen zorgen te maken, jij hebt de waarheid verteld. Natuurlijk, er valt ook nergens om over te liegen. Jij zei dat je die avond niet meer bent uit geweest. Nee. Hoe vaak moet ik dat nou nog vertellen? Als Carlin denkt dat ik het gedaan heb, waarom zegt hij dat niet tegen me en arresteert hij mij? Het wordt hier koud, David. Jij denkt dat ik het gedaan heb, hè?
zo'n idiote vraag geef ik geen antwoord. David, ik heb eens nagedacht. Zouden we niet weggaan? Weggaan? Ergens waar het warm is, waar de zon schijnt. Zou dat niet de indruk wekken dat we vluchten? Ik zou niet weten waarom. Ik zou natuurlijk Carlin het adres geven. Oh, ik zou zo graag weg willen hier. Nou, vreemd, dat een keer uit jouw mond te horen. Alles is hier nu zo anders, zo vreemd. Ik voel gewoon dat ik weg moet. Wanneer wil je dan gaan? Morgen, overmorgen. Ik krijg het wel voor mekaar. We zouden naar Mexico kunnen gaan. Daar zijn je vader en ik op huwelijksreis geweest. Ik wou dat ik er eerder aan had gedacht. Dit zou onze laatste reis samen wel eens kunnen zijn. En als we dan terugkomen, wil je dan naar dokter Pieters gaan. Dokter Pieters wilde me de komende jaren niet eens meer zien. Het zou een hele opluchting voor me zijn. Wil je dat voor me doen, David? Natuurlijk. Dank je, lieverd. Goedemiddag, Mrs. Granger. U had mij nodig? Ja, Moreno, ik heb nog een paar dingen nodig uit het dorp. Mrs. Hamilton heeft een lijstje. En waarom heb je de post niet opgehaald? Oh, ik had me verslapen. Ik wist niet dat er zo'n haast bij was. Wil je alsjeblieft niet meer verslapen? Ik zal het proberen. Anders nog iets? Ik geloof nog steeds dat ik hem wel wat aan kan doen, volgens mij. Nee, David. Ik heb gezegd... Weet hoe ik hem moet aanpakken. Nou, ik weet ook een afdoende manier. Laat hem maar denken manier. Dat hij ons... Hé, deze brief. Daar begrijp ik echt niets van. Wat is er? Een brief van het bemiddelingsbureau, van Miss Harper. Zij schrijft hierin dat ze nog geen geschikte hulp heeft gevonden. En als ze die heeft, zal ze dat ons onmiddellijk berichten. Ja, ze zei toch dat ze erheen gestuurd was? Wanneer is die gepost? Gisteren? Zij is hier al sinds eergisteren. Had ze geen briefje bij zich van hem? Nou, eigenlijk heb ik niets gezien. Ja, ze zei nog wel dat ze een aanbevelingsbrief had, maar ik zei, nou, die hoef ik niet te zien. Ik dacht dat ze toch niet lang zou blijven. Wie zou haar gestuurd kunnen hebben? Carlin? Een meisje zoals zij. Bij de politie? Natuurlijk een meisje zoals zij. Inclusief trieste levensgeschiedenis. Om ons op het dwaalspoor te brengen. Ik ga haar roepen. En ik sta erop dat ze de waarheid vertelt. Is toch het... Nee. Is misschien niet verstandig. Is toch het... Vooral als jij misschien gelijk hebt. Is toch het toppunt van brutaliteit? Onze spion op het dak peperen, sturen. Wat zou ik er dat graag willen zeggen? En misschien doe ik dat ook wel. We moeten laten... Weten dat we van niets weten en totdat we weten wat er in haar schild voert. En nu ga ik me boven verkleden. Oh ja. Wil jij even Nora vragen of ze die mand in de eetkamer wil zetten? En wil jij die schaar dan even wegleggen? Natuurlijk. Wat ik nog wilde zeggen, David. Die avond dat Cathy vermoord is, hebben wij hier samen zitten praten. Tot 2:30. U had gebeld, meneer? Ja, Nora. Zou jij even die mand in de keuken willen brengen? Ja, maar natuurlijk. En Nora? Ja, meneer? Er is nog iets. Wat jij laatst zei over jouw levensgeschiedenis en zo. Ik vind dat wij moeten proberen om je dit te doen vergeten. Dit huis moet jij toch een beetje gaan zien als een soort toevluchtsoord. Nou, dank u vriendelijk, meneer. En Nora? Ja. Zou jij een keer met mij naar het dorp toe? Er is daar een leuke dancing. Het orkest stelt niet heel veel voor, maar... Je houdt toch wel van dansen? Ja, ik ben dol op dansen. Mooi, dan gaan wij gauw een keer naar het dorp. Maar ik weet niet, wij met z'n tweeën, kan dat? Het is alleen maar dansen hoor. Ja, ik weet niet of uw moeder dat wel goed vindt. Dan vertel ik haar niks. Ze hoeft het niet te weten. Nee, het spijt me meneer, dan vindt ze het dus niet goed. Hoe leuk ik het ook vind, dan kan ik niet met u meegaan. Het spijt me.
Colin. Nou, laat die Sherlock Holmes maar binnen. Goedenavond, Mr. Strange. Goedenavond, hoe maakt u het? Niet zo geweldig. Oeh, nieuwe ontwikkelingen? Ja, maar in hoeverre weet ik niet. Ik vertrouw maar op mijn intuïtie. Nou ja, gefeliciteerd dan maar. Hè. Moeten we daar eigenlijk niet op posten? Nooit als ik dienst heb. Ach, kom op. Eentje kan geen kwaad. En bovendien, je kunt niet 24 uur per dag dienst doen, hè? U heeft ongetwijfeld de krant gelezen. Zij schrijven dat ik zelfs als mollenvanger een grote mislukking zou zijn. Nou ja, proost dan maar, hè. U heeft een nieuw dienstmeisje, zie ik. Is dat een nieuwe ontwikkeling? Nee, een knappe meid. Inderdaad. En het schijnt er hier nogal op te bevallen. In ieder geval, dat zegt ze zelf. Ik denk dat ze voorlopig nog wel hier zal blijven. Wilt u mij nu excuseren? Ik ga proberen deze sombere dag op doek vast te leggen. Ik neem aan dat u hier mij verder niks meer te vragen heeft. Ik heb u alles gevraagd wat ik weten wilde, tot nu toe. Mocht u nog iets te binnen schieten, ik ben achter in de tuin. Goed. Mrs. Granger, kom direct naar beneden, Mr. Carlin. Dankjewel. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Ik had thuis nog een exemplaar. Ik dacht dat u het leuk zou vinden. Is dat een cadeau, Mr. Carlin? U zei dat u er zelf geen een meer had. Ik had u moeten zeggen dat ik mijn exemplaren vernietigd heb. Vernietigd? Maar waarom? Ik wilde er niet meer aan herinnerd worden. Op geen enkele manier. Dat was dan niet zo'n slimme set voor mij. Ach, dat kon u niet weten. Even goed bedankt. Het was een geweldige plaat. Ik heb nooit begrepen waarom hij niet populairder is geworden. Aan uw stem heeft het zeker niet gelegen. Een aangenaam gefluister op zijn best. Ik wou dat ik wist wat ik aan u had. Vooral u nu met Martha Brent gesproken hebt? Ja. Maar zij heeft mij niets verteld wat ik niet wist. Behalve dan dat zij vertelde dat u zich verantwoordelijk voelt voor de dood van uw man. Ja, dat kon u ook niet weten. Maar ze zei niet waarom. Dat verwondert me. Zo'n geheim is het niet. Ziet u, David en ik hadden, of Bart en ik hadden praktisch geen geld meer. Ik probeerde hem te helpen. Ik had een bepaalde positie in de samenleving. Ik ging toen zingen in die nachtclub. Op de avond dat hij verongelukt is, hadden we een enorme ruzie gemaakt. Ik had nooit naar New York moeten gaan. Waarom zegt u dat? Toen hij mij achterna kwam, om het weer goed te maken, reed hij veel te hard. Toen ik eindelijk bij hem kwam, kon hij alleen nog maar fluisteren dat het hem speet en dat hij van me hield. Ik wou dat ik die avond, die hele dag nog eens over kon doen. Het maakt niet uit waar hij naartoe ging. Hij is verongelukt. Hij is geslipt. Ja, heb ik me ook ontelbare keren wijsgemaakt, maar het geeft niet. U moet het van een ander aannemen. U moet het vergeten. Nou ja, het zal tenslotte wel gaan zoals het gaan moet. Nee, Mr. Stranger. U moet de regie in eigen handen nemen. Maar waar haal ik de brutaliteit vandaan om tegen anderen te zeggen wat hij doen moet? Neem me niet kwalijk. Daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben gekomen voor uw chauffeur, Moreno. Moreno? Wat is er met hem? Ik denk dat hij degene is die we zoeken. Er zijn nieuwe feiten boven water gekomen. Hij heeft een strafblad. Wegens mishandeling van een meisje. En daarbij had hij een relatie hier in het dorp. Maar zij heeft dat onlangs uitgemaakt omdat hij haar een paar keer geslagen had. Zij was zijn alibi. Was zijn alibi? Ja,
Ze heeft haar verklaring ingetrokken. Ze zegt nu dat ze hem de hele avond niet gezien heeft. Ik heb u hier naartoe gevraagd omdat hij mij ook onhandig probeerde te chanteren. Hij zei dat hij moeilijkheden zou maken voor David en mij. Ik weet niet hoe hij zich dat voorstelt, maar... U had mij moeten bellen. Waar is hij nu? Ik ben 5 minuten geleden naar het dorp gestuurd. We arresteren hem daar. U hoeft zich vanaf nu geen zorgen meer over hem te maken. Mooi. Wat heerlijk dat de zaak zo is opgelost. Voor ons allemaal, hoor. Ik bedoel, er wordt veel gepraat in het dorp. Dat ik mijn vak niet zou verstaan. Dan al die lastenpraatjes waarvan ik wel had verwacht dat ze die in de dorpskrant zouden afdrukken. Ik weet het, ik heb het gisteravond gelezen. Duister gedoe achter het ijzeren hek. Ik had gehoopt dat u het niet zou lezen. U moet zich er echt niks van aantrekken. De mensen in het dorp kennen mij niet. Maar ik vond de insinuatie dat ik op mijn bezem door de lucht joeg om mijn personeel te wurgen niet zo heel erg vleiend. Het is meer jaloezie dan dat ze u werkelijk verdenken. U bent erg vriendelijk geweest. Maar als het inderdaad betekent dat de zaak zo is opgelost, dan ben ik u dankbaar voor uw discretie. Alleen maar gedaan wat ik moet. En ondanks alle vervelende omstandigheden vind ik het ook bijzonder fijn om u weer ontmoet te hebben. U meende het toch, hè, dat u zei dat u zich mij weer herinnerde? Hoe zou ik het kunnen vergeten? Fietsen was in die dagen een evenement. Jammer eigenlijk dat we die tijd zijn ontgroeid. Oh, het spijt mij nog veel meer. Eigenlijk niet eerlijk. U weet nu veel meer van mij dan ik van u. Van mij? Ik ben alleen maar die jongen van die kruidenier, maar dan 40 jaar later. Nee, u bent veel meer, Mr. Dan Carlin. Ach, misschien omdat ik mijn best heb gedaan om vooruit te komen. Ja, ik ben nog niet klaar. Ik wil nog veel hoger. Ik wil tot op uw niveau, al moet ik dan nog zoveel muren voor hem verhalen. Muren? Ja. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er een muur stond tussen mij en mijn ambitie. Dat was al toen ik studeerde. Toen was ik werkstudent en mocht ik niet lid worden van het studentenkoor. En ook in militaire dienst kwam ik niet verder dan onderofficier. Maar ik weet precies wat ik wil, Mrs. Grange. Ik wil burgemeester worden van deze gemeente. Dat moet het pad effenen voor de gouverneur van deze staat. En daarna, wie weet. U heeft grote plannen. En een vrouw, Mr. Carden, bent u nooit getrouwd? En is er geen plaats voor een vrouw in die plannen? Ach, er zijn wel vrouwen geweest. Maar nooit de vrouw. Ik stel hoge eisen, ziet u. Het feit dat u de zaak zo snel tot een oplossing heeft gebracht, is natuurlijk geen handicap. Nee, helemaal niet. Maar ik zal u wat zeggen, Mr. Scrange. Er is in mijn leven geen plaats voor handicaps. Een krantenknipsel over gebrek aan kwaliteit mag het dus helemaal niet zijn. Dat is niet de reden dat ik er boos aan ben geworden. Maar goed, ik moet weer gaan. Wel, tot ziens. Tot ziens voorlopig, Mrs. Granger. Miss Carly? Ja? Uw grammofoonplaat. Die laat ik expres achter. Als excuus om nog eens langs te mogen komen. Een politieagent als u heeft toch geen excuus nodig? Het is vreemd soms hoe het in het leven kan lopen. Vroeger was u voor mij de prinses die opgesloten zat in de toren. En ik de ridder die u kwam redden. Het moet er toch eens van komen. Ik stuurde u altijd die marsepijnen hartjes. Neemt u me niet kwalijk, Mrs. Granger. Hoe laat wilde u gaan eten? Tegen 7, Mrs. Hamilton. Jawel, mevrouw. Mrs. Hamilton, wat ik vragen wilde. Wat vindt u van Nora? Oh, tot op heden heb ik geen klagen, mevrouw. En ze probeert tenminste niet steeds stiekem te telefoneren. En, ja, wat wilt u zeggen? Nou, het betreft Moreno. Mm-hmm. U weet hoe moeilijk hij de meisjes altijd maakt. Vooral als ze heel knap zijn. En ik had zo gedacht, als u nu eens van tevoren zou willen waarschuwen, dan laat hij dit meisje misschien met rust. Over Moreno hoef je geen zorgen meer te maken. Ik denk dat hij het geen van ons allen tot last meer zal maken. Oh nee? Laten we het hopen, mevrouw. In the sky, stormy weather, and the men and I together.
Wat is er? Wat wil je? Maar ik ben gewoon niet in de stemming om feest te vieren na alles wat er gebeurd is. Nee, Louisa, ik heb dat boekje nog niet gelezen. Ik ben hier helemaal niet bang. Wie zou mij nou iets aan willen doen? Daar ben ik absoluut niet met je eens. Nee, het gaat er bij mij niet in. Sorry? Wat zei je, Louisa? Ik hoorde je niet. Oh, ja, ik zal er zeker aan denken. Ja, dan zal ik je bellen. Dag, liefje. Ik heb maar wat thee en toast voor u gemaakt, Mrs. Granger. Ik heb echt geen trek. U moet toch iets eten? U heeft de hele dag nog niets gehad. En een beetje thee en toast, dat is toch niet echt een maaltijd? En Mr. David, moet die niet iets eten? Hij probeert te slapen. Ik denk dat hij daar meer behoefte aan heeft. Nou, ik zal Nora zeggen hem iets te brengen. U vond het toch goed dat ik even bij hem bleef? Natuurlijk. Natuurlijk, Mrs. Hamilton. Niet dat het voor hem nog iets uitmaakt, maar ja, ik vind toch dat hij daar niet zo alleen opgebaard moet liggen. Er is toch niemand anders die gaat. Ik weet zeker dat hij het heel prettig gevonden zou hebben. Ja en nee. Maar het is het laatste wat ik voor hem kan doen. Ik zal David vragen of hij u naar het dorp brengt en of hij u ook weer op kan halen. Dank u. Ja, de meeste mensen zijn nu wel vertrokken, mevrouw. Zelfs in de dierentuin is het stil tegen etenstijd. Mrs. Hamilton? Ja, mevrouw? Gebruikt u deze telefoon wel eens? Nee, mevrouw, nooit. En Katie deed het wel, hè? Ja, voor de privégesprekken als ik in de keuken bezig was. En deed ze wel eens de bestellingen? Nou, nee, alleen als ik het heel druk had. Dit nummer en dit handschrift, zegt u dat iets? Nee, mevrouw, echt niet. U heeft een lijst met telefoonnummers van de leveranciers, hè? Ja, die hangt naast de telefoon in de keuken. Zou u mij die nog even willen brengen voordat u weggaat? Natuurlijk, mevrouw. Heeft u de krant gelezen vanmorgen? Gedeeltelijk. Ik vond het zo gemeen. En de bakker, die was onbeschoft, mevrouw. Hij zei dat hij hier geen brood meer wilde brengen. Dat hij het voortaan bij het hek neer zou leggen. Omdat het hem te gevaarlijk werd hier. Dat betekent alleen maar dat we een andere bakker zullen moeten nemen. Denkt u dat ze ons morgen gaan vragen bij dat gerechtelijk onderzoek? Ik weet het niet. Ik denk precies hetzelfde als wat we al gevraagd hebben. Ik heb ze echt alles al verteld wat ik weet. Maar ik ben wel blij dat ik alles over Mr. David heb kunnen zeggen. Die Carlin, nou, dat leek er echt wel een van de Gestapo. U weet zeker dat u Mr. David achter op de veranda hebt zien zitten schilderen? Ja, nog een kwartier voordat u gillend binnenkwam rennen. Ja, ik weet toch wel wat ik zie. Ik had net het vlees opgezet. Het was precies 5 uur, mevrouw. U heeft hem dus geen seconde uit het oog verloren? Nou, ik ben 1 of misschien 2 keer in de bijkeuken geweest. Maar dat was echt maar heel eventjes. Nee, ik weet zeker dat Mr. David niet weg is geweest. Nou, dan ben ik blij dat u ze dat ook kunt vertellen. Wij zijn allemaal onschuldig. Want Nora die was boven bezig met het verstelwerk. Ja. Ja, wat, is er nog iets? Het gaat over Earl. Mm-hmm. Wat is dat? Ja, nou ja, het is iets wat ik maar niet uit mijn hoofd kan zetten, mevrouw. Iets wat u gezegd heeft. U zei toen dat ik me er niet meer over moest piekeren. Dat ik me geen zorgen meer hoefde te maken. En nou ja, toen leek het net of u wist wat er ging gebeuren. Ik bedoelde, Mr. Carlin stond op een punt om hem in arrest te nemen.
Hij werd verdacht van moord op Cathy. Had dan eens een paar keer eerder in de gevangenis gezeten, ziet u. Oh. Ik ga dat lijstje even voor u halen, mevrouw. Dank u. Ik dacht dat je even wat was gaan liggen. Ik kan niet slapen. Ik word gek als ik daar zo lig. Wil je misschien iets eten? Nee, dank je. Nou, de maan schijnt weer. Dat is ook voor het eerst sinds dagen. We zijn kennelijk niet meer zo'n enorme bezienswaardigheid. Er staan in ieder geval geen domme mensen meer voor dek. Ach, morgen vroeg zullen ze wel weer terug zijn. Ja, moeten we eigenlijk een kraampje gaan beginnen. Met koek en koffie, daar kunnen we tenminste nog wat verdienen. Zelfs de krant hebben mensen gestuurd. Ze zijn vandaag aangekomen. Ik weet het. Ik heb ze een interview beloofd morgen voor dat onderzoek. En ik zie dat zelfs de lokale krant er een item aan gewaagd heeft. Wat staat erin? Ach, niets bijzonders. Dat ze nog geen sporen en aanwijzingen hebben en zo. Nou, dit jongmens is niet bepaald het toppunt van subtiliteit. Als we niet zo deftig en schatrijk waren, zaten we al lang achter de tralies, zeggen ze. En dan die arme Dan Carlin. Of ik heb hem behekst, of ik heb hem omgekocht. Ik begrijp die Carlin niet zo goed. Hij heeft mij zien lopen met die schaar. Mijn vingerafdrukken zitten erop. Als hij furoren wil maken met een arrestatie, waarom neemt hij mij dan niet? Jij zit te schilderen op de achterveranda. Mrs. Hamilton is bereid daar een eet op te doen. Wie heeft het dan gedaan? Ik had het nooit gedacht, maar de mensen in het dorp mogen mij niet. Ze mogen ons geen van allen. En een hekel groeit gauw aan tot haat. Ik weet zeker dat je daarin vergist. Ik dacht altijd dat de mensen hier respect hadden voor de oude families. Ik heb misschien toch inderdaad een slotgracht om me heen gegraven. Ach, wat kan ons die stommeling in het dorp toch schelen? We zijn onschuldig, Carlin weet het. Hij kan ons niets maken. Zelfs al weet hij het. Dacht je dat dat onderzoek vanmorgen een eind zou maken aan dat geroddel? Nee, David, daar geloof ik helemaal niets van. Dat houdt niet op dat ze de werkelijke daden te pakken hebben. Wat doen wij dan? Maak je maar niet bezorgd. Het is maar goed dat niemand weet dat Moreno ons heeft proberen te chanteren. Carlin weet het. Ik heb het hem gistermiddag verteld. Waarom? Ik moest wel. Moreno zou zijn mond niet hebben kunnen houden. Ik moest je beschermen. Altijd weer hetzelfde liedje. Mij proberen te beschermen. Is toch niet zo vreemd voor een moeder? Ja, als ik het maar waard ben. Tuurlijk ben je dat. Nou, misschien ben ik dan de afgelopen dagen wel heel volwassen geworden, maar ik moet je iets bekennen. Ja, David? Ik ben die avond namelijk wel met Cathy uit geweest. Ik wilde dat niemand het wist, want dan zouden ze denken dat ik het gedaan had. En dan zou jij misschien wel denken dat ik het gedaan zou hebben. En toen ik eenmaal gelogen had, kon ik niet meer terug. Daarom ging ik juist aan je twijfelen. Dus je wist dat ik loog? Ik hield rekening met die mogelijkheid. En nu? Nu weet je toch wel dat ik het niet gedaan heb? Natuurlijk weet ik dat. Mooi. Morgen moet ik het vertellen. Het zal een slechte indruk maken, maar die avond, ik was in de war. Ik voelde me ongelukkig. Ik wist dat ik een grote fout ging maken door met Eunice te trouwen. Het zou niet eerlijk zijn tegenover haar en bovendien, ik zou het waarschijnlijk toch niet volhouden. Ik moest met iemand praten. Iemand die mij begreep en die met me wilde praten. Daarin heb ik jou in de steek gelaten, hè? Het is niet jouw schuld. Je hoeft het morgen niet te vertellen. Het heeft helemaal geen zin. Niemand heeft het gezien. Moreno zei van wel, maar hij kan geen kwaad meer. Ik moet het wel vertellen. Er is namelijk nog iemand die het gezien heeft. David, wie? We zijn een stuk gaan rijden. Ik had een fles drank mee. Op een gegeven moment zijn we gestopt en hebben wat gedronken. Ik merkte dat Cathy aangeschoten raakte, dus ja, ik ben weer terug naar huis gegaan. Toen we een paar honderd meter van het hek verwijderd waren, stond er een auto aan de kant van de weg. Naast die auto stond iemand, maar het was mistig en donker. Dus ik kon niet goed zien wie het was, maar kennelijk wist Cathy wel wie het was. Ze zei, oh, hij is dus toch gekomen. Zei ze niet wie? Nee, ze zei alleen maar, oh, hij is dus toch gekomen. Toen ik vroeg of we moesten stoppen en of ze met hem wilde praten, zei ze alleen maar dat hij maar eerst moest leren om haar niet als oud vuil te behandelen. En dat hij wat haar betreft de hele nacht daar mocht blijven staan. Waarom heb je dit niet aan de politie verteld? Omdat ik bang was. Ik wilde dat niemand het te weten zou komen, maar nu weet die persoon het dus ook. Je had het moeten vertellen. Dus jij vindt dat ik het morgen moet vertellen? Ja, natuurlijk. Moet je het vertellen?
En intussen gaat je moeder detectiefje spelen. Weet je dan wat? Dit gekrabbel. Dit nummer. Zegt jou dat iets? Nee. Wat betekent dat? Een goede Sherlock Holmes doet alles op zijn tijd. Hé, verdorie. Wie kan dat zijn? Nou, Martha alleen maar hoop ik. Ze zou nog even langskomen voordat ze naar de Courtlands ging. Nou, ik hoop in ieder geval niet dat het journalisten zijn of die vervelende Carlin met ze gevraagd. Hallo David, Celia liefje. Martha, wat zie je er feestelijk uit? Ach ja, maar ik vond het helemaal niet feestelijk. Twee moorden, dineren bij Louise. Ik ben al te laat, maar ze heeft bezworen dat ik eerst nog even bij jou langs moest gaan. Om te kijken of ik je alsnog mee kon sleuren. Ik heb het er toch uitgelegd? Ja, ik zou ook niet gaan als ik iets beters te doen had. Ik denk er niet aan om de hele avond thuis te moeten zitten. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Van angst. Oh. David, wil jij tante Martha's cavalier niet zijn voor vanavond? Nee, dank je. Jullie zoeken maar een ander orde. Ja, begrijp ik ook best. Je vindt het toch niet erg als ik een klein hartversterkingje neem, hè? Ga je gang. Tot bij jullie in de tuin voelde ik me geweldig. Ik denk dat het door die agenda kwam, maar het deed me ineens denken aan een gevangenis. Ja, Mr. Carden heeft het daar neergezet om de nieuwsgierige op een afstand te houden. David, moeten we hem eigenlijk niet even een drankje aanbieden? Zou dat niet op omkoping lijken dan? In ieder geval, toen ik hier voor de deur stond, had ik ineens het idee dat ik het volgende slachtoffer zou kunnen zijn. De rillingen liepen over mijn rug. Celia, waarom kom je niet bij mij logeren? Ik ben hier helemaal niet bang, Martha. Trouwens, David is hier mijn personeel en die agent bij het hek. Jij bent niet bang, maar ik ben bang voor jou. Er is hier iemand in de buurt die zijn hand niet omdraait voor een moordje meer of minder. Heb je de extra editie van vanavond niet gelezen? Ja, dat vond ik. Ik heb het niet eens uitgelezen. Het idee dat jij... Nee. Zou een originele methode zijn om het personeelsprobleem op te lossen. Het is werkelijk bewonderenswaardig hoe jij hiermee omgaat. Waarschijnlijk ben je je koelbloedigheid gewoon een moment verloren. Maar ik ben blij dat ik hem weer bemerk. Dank je. Dat zou ik zonder jou moeten beginnen. Zo sta ik ook tegenover jou. En daarom zou ik het zo'n veilig gevoel vinden als je bij mij kwam logeren. David, kun jij haar niet overhalen? Nou, als moeder eenmaal iets in haar hoofd heeft, dan nee. Nee. Ik moest maar eens gaan naar Louisa. Weet je wat? Ik kom wel even verslag uitbrengen van wat je allemaal gemist heeft. En als het licht uit is, kom ik ook wel even bij je langs. Doe dat. Ik zal gerust nog wel op zijn. Geen zorgen over het gerechtelijke onderzoek van morgen. Ik ga met je mee. Ja? Dank je. Tot straks. Tot straks. Nou, tante Martha staat in ieder geval aan onze kant. Aan haar heb ik nooit getwijfeld, nog aan al onze andere oude vrienden. Hier is het lijstje, mevrouw. Dank u. David, zou jij Mrs. Hamilton even naar het dorp willen rijden? Natuurlijk. Ik zal even mijn jas pakken. Dank u, Mr. David. Nora blijft thuis, mevrouw, voor het geval u nog iets nodig mocht hebben. Ik red me wel. Blijf er maar zo lang als u wilt. Oh, ik ben niet van plan, hoor, om lang te blijven. Ik vind alleen dat Earl daar niet zo alleen moet liggen. Moeder, ik ben zo terug. Ik ben in ieder geval blij dat we dit uitgesproken hebben. Ik ook, lieverd. En ik weet zeker dat we een oplossing gaan vinden. Natuurlijk. Hallo? Hallo, juffrouw. Zou u mij kunnen zeggen van wie nummer 047 is? Dat mag u niet. Nou, weet u wat? Verbind u mij dan maar door met nummer 047. Hallo? Met Mrs. Johnson? Oh ja? Met welk nummer spreek ik dan?
zaken, Mr. Granger. Wat is er? Heeft u nog wat nodig? Nee, dank je. Denkt u dat uw moeder nog wat nodig zal hebben? Nee, dat denk ik niet. En mocht het wel het geval zijn, dan doe ik het zelf wel. Wat mij betreft mag je naar bed gaan. Ja, er is vannacht ook niet veel van slapen gekomen. Oeh, last van je geweten? Nee, het komt door alle hectiek. Het is echt vreselijk. En dan vandaag de hele dag in huis waar het gebeurd is. Je had anders een stukje kunnen gaan wandelen. Of was je bang? Nee, bang ben ik niet. Diegene die dit gedaan heeft, die moet er een reden voor hebben gehad. Die moet er zeker verband hebben bestaan. Je bedoelt dat degene die dit gedaan heeft, door beide slachtoffers gekend moet zijn? Ja, daar ben ik zeker van. En dat die persoon nooit tot moord in staat geacht werd? Ja, zoiets bedoel ik, meneer. Vermoed je soms iets, Nora? Ik? Nee, maar ik ken dus ook geen van tweeën. Wat mij betreft kunnen we het namelijk allemaal gedaan hebben. Mensen doen zich vaak anders voor dan ze in werkelijkheid zijn. Neem nou een voorbeeld aan jezelf. Je ziet eruit als een jong, onschuldig meisje. Maar wie zegt mij dat het geen vermomming is? Een goedkope poging tot bedrog? Ja, dat zou best kunnen. Jammer, hè, dat mensen zich soms anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Maar dat is ook een schande, Mr. Granger, dat eerlijkheid zo'n luxe moet zijn. En ja, mijn geweten was ook een van de redenen waarom ik niet kon slapen vannacht. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik daar niet verbaasd over ben. Dus u wist het? Deze brief is aangekomen. Ik had gehoopt het u eerst zelf te kunnen vertellen. Het eerste wat ik dacht was dat je van de politie was. Maar aan de andere kant, de politie zou dat bemiddelingsbureau al ingelicht hebben. De tweede mogelijkheid zou zijn dat je van een krant bent. Dat je hier hebt laten inhuren om een goedkope scoop te slapen. Nou, houdt u alstublieft op me zo voor de gek te houden, Mr. Granger. Zo belangrijk en dramatisch is het niet. Verdorie, wat is het dan? Nou, ik was alleen maar ten einde raad. En ik wist ook niet hoe lang ik het vol zou houden. Maar ik dacht als u tevreden bent over mijn werk. Het gaat helemaal niet over je werk. Wat kom je hier doen? Nou, ik was op dat bureau toen er twee dames kwamen solliciteren voor deze functie. Maar ze wilden het beide niet doen omdat ze te ver weg vonden uit New York. En ik zei dat ik dolgraag weg wilde uit New York. Nou, Mrs. Harper zei dat het te speet en dat ze niemand kon vinden en dat ik te jong was. Nou ja, dat begreep ik niet, dus ik heb de gok gewaagd en ik ben maar gegaan. Is dat alles? Nou ja, toen ik belde vanaf het station, nam Mrs. Hamilton direct aan dat Mrs. Harper mij gestuurd had. En zo erg vond ik dat niet, dus ik heb haar maar in die waan gelaten. Waarom wilde hij dan zo graag weg uit de stad? Ach ja, wat doet het er nu nog toe? Er was daar iemand. En die iemand was een man? Ja, en ik wilde hem nooit meer zien, maar hij wilde mij niet met rust laten. En ja, het was ook mijn eigen schuld. Ik deed alsof ik om hem gaf. En ik zat in de val. En weg naar New York was de enige optie. Om uiteindelijk hier te belanden in een of andere moordzaak. Ja, ik vertel het morgen allemaal aan uw moeder en dan pak ik mijn spullen. Nora, wacht maar. Dat zal niet nodig zijn. Ik praat morgen met moeder en dan denk ik niet dat je weg zult hoeven. Tenzij je zelf weg wilt. Ik zou dolgraag willen blijven, meneer. Dank u wel. Het gaat mij natuurlijk niets aan, maar die man, wat was het voor iemand? Ach, gewoon een man. En ik dacht dat het een beetje troost en vriendschap, dat het wel waard zou zijn. Dus je hield niet van hem? Nee, dat heb ik mezelf geen moment wijs gemaakt. Ik voelde me eenzaam en ik was het zat om alles alleen te moeten uitvechten, maar ik kon het niet. Nora, vanaf nu zal alles anders zijn. Wat ik je laatst zei, over de toevluchtsoord, dat meende ik. Ik moet zo dadelijk Miss Hamilton naar het station brengen. Rij een stukje mee. Nou ja, ik weet niet, als uw moeder nog wat nodig heeft. We zijn zo weer terug. Heb je al naar buiten gekeken? Nee. Het is prachtig helder weer. De sterren, de maan. Het zal je goed doen om er even tussenuit te zijn. Ja, ik ga graag met u mee. Haal je jas dan. Ja.
David! Ben jij dat, David? Nee, ik ben het. Oh, ik wist niet dat u er was. Uw zoon heeft mij binnengelaten. Hij had me moeten waarschuwen. Ik dacht al dat ik een auto hoorde. Dat was niet mijn auto. Die staat buiten het hek. Ik heb een beetje door uw tuin gewandeld, wat rondgedwaald. Het is zo fascinerend. In het donker zoekt u toch niet naar voetsporen? Het is een heldere avond. Dat is het in dagen niet geweest. Het geeft iets mystieks. U ziet er mooi uit vanavond. Dank u. Wilt u misschien iets drinken? Ja, graag. Is het de eerste keer dat u ja zegt? Ja, ik heb het opgegeven. En ik ben er gewoon aan toe. Mag ik? Gaat u gaan. Alsjeblieft. Dank u. Cheers. Cheers. Mm. Daar knapt de mensen op. Heeft u er genoeg van? Ja, net zoals iedereen in het dorp. Ik weet het. Zou dat gerechtelijk onderzoek vanmorgen daar een eind aan maken of het tegendeel? Ach, het is slechts een formaliteit te behoeven van de publieke opinie en de pers. Er waren vandaag allemaal mensen bij het hek. Ik voelde gewoon dat ze vijandig waren. Ja. Als er de volgende keer weer een chauffeur van u wordt vermoord, zorgt u dan voor dat u heel ver weg bent. Het is jammer dat we niet kunnen bewijzen dat Moreno buiten is neergestoken. Is het geen wonder dat er geen bloedsporen waren? Een beetje wel, ja. Ja, die kan je ook heel makkelijk verdonkeren manen in die natte grond. Ja, en daarbij, die wonden geven niet veel bloed en het meeste bloed wordt geabsorbeerd door de kleding. Nou, we boffen niet erg met deze twee moorden. Cathy had helemaal geen brieven of notities, niets, alleen maar wat souvenirs. Ja. Er was niets. Ik heb haar hele kamer doorzocht. Mag ik? Ga toch gang. Lijkt me zo onlogisch voor zo'n soort meisje. Vergeet natuurlijk helemaal dat u haar niet gekend heeft. Ik heb natuurlijk alles van horen zeggen. Maar Cathy heeft toch iets achtergelaten. Oh ja? Wat dan? Ze had wel een vriend in het dorp. Oh, dat verbaast me niets. Het was een knappe meid, heb ik begrepen. Het was blijkbaar een speciaal iemand. Er heeft zich niemand al zodanig gemeld. Daarom denk ik dat hij de moordenaar is. Of iemand die getrouwd was en niet verwikkeld wilde raken bij een schandaal. Dat ben ik al nagegaan. Hij heeft telefoon. Ja, wie niet tegenwoordig. En Cathy belde hem vaak. Dat doe je als je verliefd bent. Maar ja, hoe kom je aan een nummer? Heel eenvoudig. Dat heb ik al. Ze belden hier vaak met deze telefoon. En als ze dan belden, krabbelden ze wat op een bloknoot. En op dat bloknoot heb ik een aantal zelfde nummers gevonden. Maar dat kan ook van de kruidenier zijn of van het station. Daar ben ik al nagegaan, dat was het niet. En trouwens, er stond een naam bij. Dat maakt het wel heel erg eenvoudig. Mag ik die krabbels eens zien, Mrs. Granger? Jazeker. U had er naar moeten kijken. Ik weet wat erop stond. Ik heb gelogen, er stond geen naam bij. Maar er stond een nummer. Ik vroeg me al af wat er aan de hand was toen je mij vanmiddag belde. Ik herkende je stem. En ik de jouwe ook natuurlijk. Maakte de fout op te hangen. Dat was een vergissing, ja. Ik wou dat ik niet thuis was. Dan had je het me waarschijnlijk gewoon verteld. Dan had ik wel een of andere uitvlucht verzonnen waar je tevreden mee zou zijn. Maar zo is het niet gelopen. En zoals je zelf altijd zegt, ergens is er altijd wel een klein foutje. Waarom heb je haar vermoord? Ze probeerde me te strikken. Ze was op zoek naar een onbezorgde toekomst en ik mocht haar die geven. Zij kende mijn plannen en ze wilde mee omhoog. Ze zei dat ze in verwachting van me was en dat ze dat kon bewijzen. Ze
Ze wilde per se met me trouwen, want dan zou ze een hoop spektakel maken. En dat kon ik niet gebruiken, zeker niet in dit dorp. Maar om haar daarom te vermoorden? Ik kon haar niet mijn hele leven lang als een blok aan mijn been hebben. Niet nu ik nog zo ver ben. En je weet toch wat het was? Zoals het besluit van een dronken avond. Goedkoop. Een hoer. Dat kon ik niet gebruiken in mijn plannen. Ach, jouw plannen zijn alleen maar een krankzinnige obsessie. Ik heb het jou verteld. Ik dacht dat je me begreep. Ik begreep niet tot hoever je kon gaan. Ik zou gedacht hebben dat je zo... Gek was? Zeg het maar. Ik vind het niet erg. Ik weet dat het niet zo is. Ik volg een rechte lijn. Van de goot naar de top. En ik heb je gezegd dat ik alle muren omver zou halen. Ik zal de laatste zijn die lacht. En Moreno, waarom heb je die vermoord? Ik wist natuurlijk dat hij met haar scharrelde. Die ochtend na haar dood is hij op haar kamer geweest. Er was wel een dagboek. Mijn naam stond er niet in, maar wel mijn initialen. Dat was genoeg. Waar ik geen rekening mee had gehouden, is dat er ook een foto was van ons tweeën. Van onze eerste avond uit op de kermis. Ik moet dronken geweest zijn. Dus jou probeerde niet op te chanteren? Die middag dat jij hem naar het dorp had gestuurd, stond hij gewoon te sleutelen in de garage. Toen ik hem wilde arresteren, toen speelde hij deze troef uit. Je pakte die schaar en stak hem neer. Ze hebben gekregen wat ze verdienden. Ze deugden niet. Maar zij hadden nooit iemand vermoord. Waarom zou jij kunnen denken dat het niet ontdekt werd? Je wist dat het niet kon. Dat jouw eerzucht jouw noodlot zou worden. Dat is het niet. Er is niemand die mij tegen kan houden. Dat heb ik je gezegd. Doe niet zo belachelijk. Jij kent geen vrees. Jij bent zo'n sterke persoonlijkheid. Als het alleen maar anders was gelopen. Als je alleen maar... Ik wil niets meer horen. David! David! Je zoon is er niet. Onzin. David! En het meisje is er ook niet. Je kan schreeuwen wat je wil, maar ze zijn er niet. Nora is zojuist met hem vertrokken. Dat is de auto die je hoorde. Ik stond hem buiten op te wachten. Hij zou mij hier nooit alleen laten. Dat zou hij niet doen. Die politieman bij het hek, die weet dat jij er bent. Niks daarvan. Jij weet hoe ik tegenover je stond. Jij wist wat ik wil. Jij en ik, het zou volmaakt zijn. Jij paste precies in mijn plannen. Ik heb altijd naar je verlangd. Maar je luistert niet eens. Ik leg mijn ziel bij je bloot en je luistert niet eens. Je geeft niets om mij. Celia, ik heb altijd van je gehouden. Je probeerde mij ook gewoon te gebruiken. Je was een deel van mijn droom. Ach, een nachtmerrie heb je van je leven gemaakt. Oh, en jij dan? Hoe jij de laatste jaren van je leven verknoeid hebt. Maar nu zie ik de dingen zoals ze zijn. Dankzij jou. Ik zie jou nu hoe jij werkelijk bent. Ook mij heb je voor de gek gehouden, net zoals al die anderen. De self-made man met zijn ruwe charme, zijn eenvoudige eerlijkheid, zijn kracht. Zo anders als alle andere mannen die ik ben tegengekomen. Ja, Mr. Carlin. Ik begon mezelf tot je aangetrokken te voelen. Je hebt je rol goed gespeeld. Het was geen komedie. Je moet me geloven. Ik hou van je. Bewijs dat dan. Geef je aan. Ga weg. Geef jezelf aan. Dat kan niet meer. Niet nu ik zover ben. Ik ben sterk. Ik ben sterk genoeg om door te gaan. Het is alles of niets zoals het altijd geweest. Het is afgelopen met je geluk. Maar als je van me houdt, waarom doe je dit dan? Omdat jij nu een staar in de weg bent. Je bent net als alle anderen. Je bent een muur die ik omver moet halen. Moeder, alles in orde. David, vlug. Zie je wel? Het is te laat. Het heeft geen zin, inspecteur. Waarom gaat u niet rustig met mij mee? Nee. Ik kies mijn eigen weg. Zoals ik altijd gezegd heb. Het is alles of niets. Nee. Nee!
was hem. De najaarsuitvoering van het Mosterdzaadje 2013. Naast deze spelers die u de hele avond heeft gezien, zijn er natuurlijk nog andere mensen die hebben meegewerkt aan dit fantastische decor en dergelijke. Die ga ik nu allemaal even achter elkaar aan één stuk door opnoemen. En dat is als eerste decor en licht Jan ter Hofstede. Het geluid en geluidseffecten Steven Groot. De screen was onder leiding van Duwertje van de Broekboom. Ja. De aankleding Ans Sonneveld. De kleding Tilly Mors en Annemiek Huisman. Souffleur Yvonne Meester. En de regie was deze keer in handen van Ruud Blommestein. Weer uw naam op de bonnetjes geschreven als het goed is van de loodjes. Daar is Yvonne met alle loodjes van vanavond. K. ter Hofstede. K. ter Hofstede. Klaas ter Hofstede. U heeft gewonnen een bon van de Attent, oftewel de Spa. Alsjeblieft. En we hebben vanavond een unieke gebeurtenis. Want we gaan namelijk nog een loodje trekken. Want we hebben nog iets weg te geven. En dat is namelijk dit schitterende herfststuk. Want het is vanavond de laatste avond uiteraard, dus we hebben het niet meer nodig. Dus u kunt dit ook winnen, dus we gaan nog een keer trekken. Ja. Sanne S. Lisanne. Lisanne. S. Dit stuk gemaakt is door Caroline Radier. Die maakt dit soort werk. Mocht u het zelf ook nog een keer. Andere dingen. Nee. U mag wel de rest van de loodjes hebben. Ik wil nog even uw aandacht vragen voor het theatermenu wat wij organiseren in samenwerking met de Eglantier. Ik zag al een aantal bonnetjes liggen op de stoelen. Dat betekent dat er gebruik van gemaakt is. Zo ziet u dat daar rekening mee wordt gehouden. Dat u hier een goede plek heeft. Dat u niet dan als laatste achteraan komt. Voor 15 euro. Daarvan gaat een deel ook naar onze vereniging. Dus wij steken er ook nog wat van op. Dus dan weet u dat. Ik zeg voor de rest niets dat u het moet doen. Zo, maar. Kijk. Wat heeft u gegeten eigenlijk? Wat was het? Wat stond erop? Het was lekker. Oh, het was lekker. Ik heb zelf nooit gehad. Daarnaast doen wij ook in het in combinatie met de Eglantier gaan we iets nieuws doen. En dat is namelijk een moorddiner. We hebben er al wat in de dorpskrant over geschreven en in de nieuwsbrief. En ja, we hebben nog geen datum of iets dergelijks, maar u kunt zich daar ook voor inschrijven binnenkort. Als u dat leuk vindt, is weer eens iets nieuws ook voor ons.
Dan zijn wij nog met onze donateurskaarten bij iedereen langs geweest de laatste weken. Als er niet bij u is langs geweest en u bent wel donateur, dan kunt u ook hier even het kaartje betalen. en als u nog niet donateur bent, nou, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Het allerlaatste wat ik nog wil vertellen is u even te vragen of u wilt meehelpen om de stoelen op, een beetje op te stapelen op stapeltjes van 8. Nou oké, 7 mag. En in die hoek daar achterin een beetje weg te schuiven. En dan wens ik u nog een hele plezierige avond. Thank you.